Goedemorgen voetballiefhebbers, ook wat mij betreft van harte welkom op Neerpede. We zitten klaar voor het oefenduel Anderlecht-RWDM. Dat zo meteen wordt afgetrapt om 10:30. Een leuke derby dus om de zaterdag mee te beginnen. En het is voor de Anderlecht supporters sowieso een interessante dag. Want Sporting Anderlecht speelt dus effectief twee wedstrijden vandaag. Niet één, maar wel twee oefenwedstrijden. De A-kern, zeg maar. De jongens die het meeste kans maken op een basisplaats de komende weken, die spelen straks om 3:00 nog in Frankrijk. En dat is net over de grens. Opnieuw een tegenstander dus uit de Ligue 1 naar Saint-Étienne en Nantes. Want dan trekt Anderlecht naar Lille, naar het Domaine du Luchin. Het oefencentrum van Les Dogues van Lille, de nummer 4 uit de Franse competitie van afgelopen seizoen. En een tweede selectie, in principe dus eerder de invallers, of zij die minder zeker zijn van een basisplaats, die komen hier vanmorgen in actie op Neerpede. En dat in een match die ons toch wel doet terugdenken aan ver vervlogen tijden, toen er nog elk seizoen een derby werd gespeeld tussen Anderlecht en RWDM. RWDM, ofwel Racing White Daring Molenbeek. Ja, daar is er natuurlijk wel wat veranderd de afgelopen 20 jaar. Iedereen weet dat de club moeilijke tijden heeft beleefd en uiteindelijk ook ter ziele is gegaan. Maar er is dus een doorstart gemaakt een paar jaar geleden. En nu, na 3 promoties in 5 seizoenen, is RWDM weer toe aan profvoetbal. Want komend seizoen spelen ze dus in 1B. En de samenstelling van 1B is sinds gisteren definitief, zullen we dan maar denken. Met onder meer dus de belofte van Club Brugge, die er nog zijn bijgekomen, en Lierse Kempenzonen. In elk geval, het is het derde jaar na elkaar dat er een oefenduel wordt gespeeld tussen Anderlecht en RWDM. Ook in 2018 en 2019 was dat al het geval. Normaal gezien dit jaar niet. RWDM zou tegen Rebec spelen, maar door nieuwe opflakkeringen van het coronavirus werd er gekozen voor een oefenwedstrijd tegen een andere profclub, zodat er toch zo weinig mogelijk risico op besmetting is. RWDM eindigde pas zesde vorig seizoen in eerste amateur, maar samen met kampioen Deinze en met Serrain zijn ze dus uiteindelijk toch van de partij in 1B. Omdat de ploegen die voor hen zijn geëindigd, zoals Tess, Patro en Heist, geen licentie hadden, en omdat Virton en Rousselaar bijvoorbeeld het niet meer haalden om die licentie te pakken te krijgen en in 1B te blijven. Baptiste, zijn 30 spelers in de A-kern van Anderlecht. Dat betekent de A-kern vanmiddag in actie, maar tegelijkertijd zijn er nog genoeg bekende namen die we vandaag in actie zullen zien. Hè? Ja. On va voir pas mal de têtes connues aujourd'hui face au RWDM avec la composition. On peut déjà la donner, la composition pour ce match face au RWDM avec au but Willem Rutter, le jeune gardien allemand de 24 ans qui a joué à Willem II la saison passée. Ce sera sûrement la doublure de Van Krombrugge au goal cette saison. Didion, à noter que Didion, il est sur le banc. Il devrait peut-être jouer en deuxième mi-temps. Alors, dans l'axe défensif, on retrouve Vranius, le Bosnien, prêté la saison passée du côté de l'AEK Athènes, et Anes Delcroix, buteur donc face à Saint-Etienne il y a 2 semaines. Il était prêté à Walwijk la saison dernière en Eredivisie. Anes Delcroix, 21 ans, jeune belge, extrêmement prometteur. À droite, nous aurons donc Anthony Vandenborre qui a joué avec les U21 la semaine dernière. Aujourd'hui, il est dans le noyau B donc d'Anderlecht pour cette partie face au RWDM. Il aura des choses à prouver, Anthony Vandenborre, 32 ans. On verra bien s'il est fit physiquement. À gauche, nous retrouvons donc Edo Kayembe, le Congolais de 22 ans, lui qui était monté en cours de match face à Nantes et il avait montré de bien belles choses, Kayembe. Donc voilà, ça c'est l'axe, c'est les quatre défensifs. Alors, juste devant, nous aurons donc un trio avec Eladj, Anouar Eladj, 18 ans lui seulement, qui avait fait 4 petits matchs la saison dernière avec un but. Adrien Trebel est lui bien titulaire, comme la semaine dernière, face à son ex-club de Nantes. Et nous aurons en plus Yari Verskaren dans ce trio. Yari Verskaren, lui, qui n'est pas souvent dans le noyau A, hein, depuis le début de la préparation. Il a du mal durant cette préparation. On se rappelle qu'il s'était blessé au ligament de la cheville la semaine dernière. 2 mois d'absence. Il avait quand même fini par jouer les deux derniers matchs de la saison. Donc Yari Verskaren, on espère pour lui qu'il va réaliser un bon match et qu'il va monter en puissance parce que le championnat, ça commence déjà la semaine prochaine. Alors, et devant, nous retrouvons donc Ilias Takidine, 19 ans également, tout jeune. Il vient de Genk, Ilias Takidine.
De l'autre côté, Luka Hadzic, 21 ans, Serbe, prêté à Emmen la saison dernière. Et nous aurons donc Peter Gierkens en pointe, l'ancien joueur de Saint-Tron. Il n'y a pas beaucoup de choix hein, pour Frankie Vercoteren aujourd'hui, parce que l'équipe A, on le rappelle, joue à Lille du côté du domaine de Luchin pardon, à 15h. Rouf et Di Matta sont tous les deux blessés. Donc pour ce match aujourd'hui avec l'équipe B, il n'y a pas beaucoup d'options. Et donc c'est Peter Gierkens qui jouera en pointe. Inderdaad, dat was de opstelling van Anderlecht. We kunnen die van RWDM er ook wel eens bij nemen. De wedstrijd begint normaal gezien om 10:30, maar dat is over 4 minuten, Baptiste. Dus we zullen even moeten zien of we niet wat later zullen starten. In elk geval, we hebben de tijd dus om de opstelling van RWDM erbij te nemen. Dat zijn voor u wellicht, en ook voor ons eerlijk gezegd, wat minder bekende namen natuurlijk. Want er zijn ook vele nieuwkomers bij. In de goal is er een Duitse testdoelman van de partij vandaag. Anthony Sadaan zit op de bank. Dat zou in principe de vaste keeper moeten zijn van RWDM. Maar Sven Müller is vandaag de man die tussen de palen staat en die zich mag bewijzen. Een man die vorig seizoen aangesloten was bij Karlsruhe in de tweede Bundesliga, maar die daar niet heeft meegespeeld in de competitie. Dan achterin hebben we nog een nieuwkomer die zeker van de partij is, die getekend heeft bij RWDM. Dat is een ex-speler van Union en van White Star en van Lokeren. Daar speelde hij voor het laatst, Tracy Mpati. Centraal in de defensie hebben we dan Gilles Ruyssen en een andere nieuwkomer, Florian Lejeuncourt. Dat is een Fransman van 25. Op de linksachter hebben we Hussein Abderrahman, 25 uit Frankrijk. En dan op het middenveld Nicolas Rommens, ex-Roeselare, ook een nieuwkomer, die samen met Corentin Lavie, wellicht als nummer 8, en met Yuri Dekivi als nummer 10, vermoedelijk de driehoek zal vormen op het middenveld. Ook bij RWDM gaan we ervan uit een 4-3-3. Met voorin dan nog als aanvaller een andere nieuwkomer, zo zijn er dus heel veel in de basis bij RWDM. Yadi Bangoura, een spits van 24, ex-Luik. En op de flanken hebben we dan nog Mehdi Terki. Dat is een man die overgekomen is van Lokeren met ervaring in de eerste klasse in de Jupiler Pro League. 28 is de Algerijn intussen. En verder ook nog een man uit Frankrijk met roots in Guadeloupe, Lenny Nangis, 26. Veel ervaring in Frankrijk bij Caen, Valenciennes, Lille, Bastia. Dus toch een man die goede papieren kan voorleggen als je naar de statistieken kijkt en naar de voorbije clubs in zijn carrière. Voor de rest betekent dat ook wel natuurlijk dat er nog wat mooie namen op de bank zitten bij RWDM, zoals bijvoorbeeld Anthony Bova, 30 jaar, misschien wel een van de meer ervaren spelers toch bij RWDM. Hij is ex-speler van Mouscron onder meer en heeft vorig seizoen een doelpunt of 4 gemaakt. Het seizoen daarvoor nog meer gescoord. Dus van hem verwachten ze denk ik toch wel een en ander. Dat was de opstelling, Baptiste, van RWDM. Une très belle, très belle équipe du RWDM qui fait une très belle préparation également. Ils ont commencé leur préparation face à Malines avec un partage, un but partout. Et puis ensuite, ils ont enchaîné. Victoire 2-4 du côté de l'OHL avec début de Dekevi, de Enzunzi. C'était un joueur en test. Il avait marqué 2 fois lors de ce match face aux Louvanistes. Et un but, un beau coup franc de Nicolas Rommens. Ils ont ensuite encore enchaîné du côté de Zulte Waregem. Une formation donc de D1 à 1-3. Encore une fois, très très bon offensivement. C'est Molenbeekois avec début de Ruyssen, Nangis et Shelton Guillaume, l'ancien joueur de Verlaine. Et le week-end dernier, ils ont perdu leur première défaite dans cette préparation face à Moucron. C'était 0-2, mais Wester, le tout jeune Molenbeekois issu de l'Académie, a réussi à réduire l'écart. Mais défaite quand même pour Molenbeek, qui donc, rappelons-le, est promu en D1B cette saison. Ils étaient 6e, hein, donc ils ne devaient pas être en D1B normalement, mais avec les rétrogressions de Virton et de Roulers, ils en ont profité et ils sont de retour 5 ans plus tard dans donc l'élite de notre football belge, en tout cas dans le football pro. Et ils sont ambitieux, ils sont très ambitieux, les Molenbeekois de Laurent Demol, l'entraîneur de 48 ans qui a donc remplacé Van der Beest pour cette saison. Laurent Demol, 48 ans, il était en poste à Tubize la saison dernière en D1 amateur. Il n'a pas pu sauver les 100 et or en D1 amateur. Auparavant, il était passé du côté de Mons et de Moucron. Et donc, Laurent Demol, il est ambitieux, il a raison, parce que pour le moment, ils sont très bons sur le marché des transferts, ces Molenbeekois.
les Molenbeekois du président hein, Thierry Dailly. Ils ont déjà réalisé 10 transferts avec Tracy Mpati, par exemple, 28 ans, l'ancien joueur de Lokeren, Yadi Bangoura, l'ancien liégeois Nicolas Romans, Oussan Abderrahman, Florian Lejoncourt, Corentin Lavie, Mehdi Terki, Nangis et l'ancien Virtonais Cruz. Donc il y a du beau monde, il y a du beau monde pour cette saison au RWDM. Pour le moment, il y a pas mal d'automatismes qui se créent assez rapidement et on va voir face à cet Anderlecht B ce que les Molenbeekois ont dans le ventre. Et je le disais, ils sont très ambitieux. Ils voudront, dans un moyen terme, peut-être pas cette saison, mais en tout cas dans les deux ou trois années futures, monter très rapidement en D1A. Mais il y aura de la concurrence cette année en D1B. Cette D1B qui a donc vu arriver le Lierse et les U23 brugeois, dû au fait que Waasland Beveren a gagné son combat contre la Pro League. Vous le savez sans doute, la D1A se jouera donc à 18. La D1B devait se jouer donc à 7. Mais on a décidé que Waasland Beveren, l'OHL et donc le Berscott joueront en D1A. Et donc il fallait trouver une solution pour qu'il n'y ait pas de bail dans cette D1B. Et c'est finalement les U23 brugeois qui seront donc dans cette division 2. Ils ont été choisis selon Pierre-François et grâce à une bonne licence et à des très bons résultats avec les espoirs. En intussen komen de spelers zo langzaamaan het veld op. Een paar minuutjes vertraging, dat is geen schande natuurlijk voor een oefenwedstrijd. We hebben alle tijd. En we zien onder meer Jurie Dekkevie hier al op het terrein verschijnen. Dat is een van de smaakmakers toch in principe. Ook al is hij intussen 32. Hij draagt de aanvoerdersband ook van dit RWDM. Veel ervaring onder meer bij Roeselaren gespeeld in de eerste klasse. En dan ook jarenlang in 1B. Onder andere bij Leuven, bij Antwerpen ook. Ook bij Lierse en Sint-Truiden gespeeld. Dus een mooie carrière voor Jurie Dekkevie. En vandaag moet hij dan als leider figureren in dit elftal. Waarin Baptiste zei het al, zeer veel nieuwkomers in de basis staan. Ik denk als ik goed tel een stuk of 7-8. Dus dat is toch wel de moeite. Dat zorgt er misschien voor dat automatismen nog niet helemaal op punt staan. Bijvoorbeeld voor Mehdi Terki is het, als ik me niet vergis, de eerste oefenwedstrijd. Hij is er pas deze week bijgekomen. En bij Anderlecht is het de kans voor wat jongens om zich te bewijzen. Hè? Ik denk aan een Jari Verscharen. Baptiste gaf het al aan. Hij geraakt voorlopig niet altijd bij die A-selectie. Wat eigenlijk een beetje verbazend zal zijn voor sommige fans misschien, gezien de fantastische eerste wedstrijden die hij bij Anderlecht heeft gespeeld. Maar het is zaak natuurlijk om te bevestigen en Verscharen, die kan dat ongetwijfeld. Hij draagt de aanvoerdersband bij Anderlecht bovendien. RWDM heeft in de vorige wedstrijden naar verluid zeer intens, zeer fel gespeeld. Dat moet misschien wel een troef worden van dit elftal in 1B, waar ze toch vooral moeten vechten in eerste instantie om erin te blijven, al dus de voorzitter Thierry Dailly. Maar ze proberen zich in elk geval te versterken liever, zodoende dat ze een goed figuur kunnen slaan daar op het tweede niveau, zeg maar. Goed, we zijn er zo goed als klaar voor. De aftrap met Jurie Dekkevie en Baptiste. Toch ook uitkijken naar de prestatie van Anthony van den Borre. Heel wat Anderlecht supporters zitten te wachten op een kans voor hem. En ze zijn uiterst benieuwd. On sera effectivement très curieux de voir la prestation d'Anthony van den Borre, qui, rappelons-le, a joué avec les U21 le week-end dernier. Là, il a sa chance avec l'équipe B d'Anderlecht. Et on verra surtout s'il est fit physiquement, Anthony van den Borre, qui est directement au ballon, qui est donc bien titulaire à l'arrière droit dans cette défense à 4, donc avec Vranies, Delcroix et donc Edo Kayembe sur le côté gauche. Van den Borre. Première perte de balle anderlechtoise, récupération molenbeekoise. Et première faute dans cette partie de cet homme, Anthony van den Borre, l'ancien joueur du tout-puissant Mazembe. Ah, il a une carrière atypique, Anthony van den Borre. Il avait joué la Coupe du Monde en 2014 au Brésil. Et il obtient une énième chance ici dans le club de son cœur. Première touche de balle pour Willen Rutter. La doublure donc de Van Krombrugge. El Hadj, il est bon, il est très bon ce ballon de El Hadj.
en direction de Takidine. Son centre est contré. Et attention à cette... C'est un peu dangereux de la défense molenbeekoise. Récupération pour Lucas Azic. C'est bien joué pour Takidine. Il est très technique, ce jeune joueur qui vient de Genk. Mais récupération une nouvelle fois haute des Anderlechtois. Balbezit voor Delcroix. Anderlecht dus goed van start gegaan. Ze zijn natuurlijk ook favoriet tegen dit RWDM. Laat ons wel wezen. Na tot dusver een goede voorbereiding voor Paarswit. Verloren van Charleroi. Baptist gaf het al aan het begin van de uitzending, maar de voorbije wedstrijden goed op dreef en een paar keer gewonnen. Dat geeft vertrouwen. De organisatie achterin lijkt ook op punt te staan met weinig tegendoelpunten tot dusver. Dit is Gilles Ruyssen, 26-jarige Belg, onder meer bij Westerlo ook gevoetbald. Sven Müller dus, benieuwd wat hij kan als toch... man die uit de tweede Bundesliga komt, dat is niet slecht. Hè. Maar ja, een carrière een beetje in het slop blijkbaar. Met weinig speelminuten de voorbije jaren ook bij Keulen gespeeld. En blijkbaar één wedstrijd ook tussen de palen gestaan in de Bundesliga. In de eerste Bundesliga dan bedoel ik. De hoogste afdeling in Duitsland. In september 2016 een clean sheet tegen Wolfsburg. 0-0. Keulen tegen Wolfsburg. Dus ja, nu bij RWDM beland. We voetballen, we zitten op de linkerkant hier met Ducky V die van de bal wordt gezet. En dan kijken of Anderlecht opnieuw kan gaan opbouwen. Eerst even terug naar Van den Borre en zo bij Wellenreuter. Overgekomen dus van Willem II, waar hij vaste waarde was. En toch benieuwd hè, of Van Kromburg uiteindelijk blijft. Laten we eens hopen voor Anderlecht van wel. Er is al wat over gespeculeerd in de kranten, maar ja, u weet het. Die moeten ook gevuld worden natuurlijk. Kijken... of RWDM hieruit komt met Le Joncourt, de Fransman van 25. De Franse markt is natuurlijk interessant, want de spelers daar in de lagere divisies die zijn vaak toch voldoende goed, zeker technisch, om mee te draaien bij ons. 1-1-A of 1-1-B. Kijken nog even naar deze aanval over de rechterkant. Maar de bal gaat buiten en dus is het een inworp, Baptiste. Ils sont bien rentrés dans cette partie, hein, les Molenbeekois. Qui donc réalisent une très très bonne préparation malgré leur seule défaite le week-end dernier du côté de Moucron. Et on serait également curieux de voir hein, Mehdi Terki, le tout nouveau transfert du RWDM, l'ancien joueur de Xanthi en Grèce, de Lokeren également. Attention à ce premier centre, il n'était pas mauvais hein, ce centre. C'est pas terminé, de Kevin vers Bangoura, le retourné acrobatique, et c'est la première occasion. Dans cette partie, après 5 minutes de jeu, l'ancien buteur du RFC Liège et qui a tenté ce ciseau, mais c'était sans souci pour Willen Reuter. Mehdi Terki, je le disais, 28 ans, ancien joueur de Lokeren notamment, et c'est un très très bon transfert. Il va apporter beaucoup d'expérience à cette équipe du RWM dans cette D1B tellement difficile à aborder. Un championnat où il y a des finales. Chaque week-end, avec énormément de concurrence. Et les Anderlechtois qui remettent le pied sur le ballon avec Adrien Trebel en direction de Hannes Delcroix. Et une mauvaise passe pour Adrien Trebel qui devrait hein, quitter Anderlecht dans les prochaines semaines. On parle de lui au Moyen-Orient. Il n'est pas inclus dans le projet compagnie. Il coûte assez cher au club en plus. Mais en attendant, il est bien encore sous contrat avec Anderlecht et il joue. Il a joué face à Nantes le week-end dernier. Aujourd'hui, il est titulaire avec cette équipe B d'Anderlecht. Et il a quand même des choses à prouver. L'ancien Nantais, Yari Verskaren. Bien joué en direction de Kayembe, Adrien Trebel. Pas de solution, obligé de revenir derrière. Ah, le bloc pour le moment, Molenbeekois gêne les mauves. Vandenborg, c'est un petit peu trop présomptueux ce qu'il a tenté là, Anthony Vandenborg. Récupération néanmoins pour les mauves. Le pressing est de plus en plus haut du RWDM. Et il n'y a pas beaucoup de solutions qui s'offrent aux Anderlechtois. Peut-être ici avec Hannes Delcroix qui continue son effort. C'est bien joué de la part
d'Annès Delcroix en direction de El Hadj. Taquiline avec Peter Gerkens, El Hadj. Tout ça en intense et pas mal essayé, mais c'est directement dans les mains de Sven Müller. Ah, goed uitgespeeld die actie van Anderlecht. De voorzet wel binnen het bereik inderdaad van de Duitse testdoelman. De eerste keer Anderlecht over die rechterflank met Taquidin. Daar zijn we ook wel benieuwd naar. Overgekomen dus van Racing Genk. Al een paar keer zijn kans gekregen. Staat bekend als een technisch sterke speler. Die ook in de Youth League met Genk vorig seizoen mooie dingen heeft gedaan. Dan is het natuurlijk zaak om nog wat door te groeien. Om fysiek sterker te worden. En dan misschien wel een plek in de A-ploeg te bemachtigen. Maar de concurrentie op de flanken met Doku, met Amuzu is natuurlijk fel in die selectie van Compagnie en Verkouteren. En Patti zocht een optie langs de lijn. Dan zag de doorgelopen Bangura de hoek induiken en ook Corentin Lavie, die hier op de rechterflank geposteerd staat. Maar uiteindelijk besloot hij toch terug naar het centrum te spelen. En dus zitten we nu aan de overzijde. Mehdi Terki, zoals Baptiste al zei, zeer ervaren. Veel métier. Anderlecht hier moet een corner toestaan voor RWDM. Dan gaan we even kijken wie die gaat nemen. Hoekschop van aan de linkerkant. En dan is het Nicolas Rommens, denk ik, die zich opmaakt om die hoekschop te trappen. Hij speelde vorig seizoen 25 matchen mee in het A-elftal van Roeselare. Maar veel extra sportieve problemen natuurlijk bij de West-Vlamingen. We kijken naar de corner. Veel grote jongens met Le Joncourt onder meer rond het penaltypunt. Deze bal weggekopt daar. Ik dacht dat het Vranjes was die hem weghaalde. Maar de aanval loopt nog met een Patti. RWDM in balbezit gebleven. De eerste kans van de wedstrijd was dus voor RWDM, voor de bezoekers, via Bangura. Het was inderdaad acrobatisch geprobeerd. Maar Wellenreuter had er geen problemen mee. Er staat toch al een elftal, ook al zijn er veel nieuwe jongens die hun kans krijgen bij RWDM. In de eerste minuten, Baptiste, lijkt het dat RWDM met coach Laurent de Mol toch al de nodige organisatie heeft in het spel weten te krijgen. Et vous parliez hein, de Bangura avec ce retourné acrobatique. Et bien Bangura, il avait fait une saison assez exceptionnelle hein, en D1 amateur avec Liège. L'année passée, 14 buts avec les Liégeois. Et donc il est transféré ici au RWDM en D1B. Une proposition qui ne se refusait pas pour le Guinéen de 24 ans. Un avant-centre moderne. Très physique et très technique également. Il va faire un bien fou à cette équipe de Molenbeek. Yadi Bangura. Au presse ici devant Wellen Rutter. On arrive aux 10 minutes de jeu et pour le moment un match assez plaisant, très équilibré. Et la plus grosse possibilité c'est donc pour le RWDM de Laurent de Mol avec ce ciseau de Bangura, même si ça manquait vraiment de dangerosité. C'était sans souci pour le portier allemand d'Anderlecht. Wellen Rutter qui donc sera le deuxième gardien sans l'ombre d'un doute cette saison du côté du Sporting. Et il y a un certain Didion sur le banc. Lui, il devrait partir lors de ce mercato. On parle d'un transfert du côté de Monaco, mais rien n'est fait. Ah, il est bon, il est très bon ce ballon en direction de Corentin Lavie. Le centre en première intention, c'était pas mal essayé et bien joué de la part de Kayembe. C'est pas terminé. Nouveau centre de l'ancien joueur de Dudelange. Corentin Lavie. La touche vers Gilles Reusen. Ils sont de plus en plus hauts, les Molenbeekois. Le Joncourt. Ah, il a tenté d'alerter Abderrahman sur son flanc gauche, mais on avait bien lu la trajectoire du côté Anderlechtois. Hadžić, il va aller provoquer Hadžić, mais devant Empati. Ce n'est pas évident. Tracy Empati, l'ancien joueur de l'Union de Lokeren, qui vient donc également renforcer cette équipe de Molenbeek. Tout comme Terki, il va porter son expérience et sa vélocité sur le flanc droit. Tracy Empati, parce que c'est un garçon qui fait des kilomètres. Il ne compte pas ses efforts. L'ancien unioniste
Anthony Vandenborre avec Adrien Trébel. On n'arrive pas à se projeter facilement vers l'avant. Le 11 Molenbeek-Tois tient clairement la route, même si on l'a dit, hein, il y a énormément de transferts, plus de 10 depuis le début du mercato. Ou RWDM, c'est logique, il y a quand même une grosse différence entre la D1B et la D1 amateur. On dit souvent que le niveau de la D1B est quasiment le même que le bas de la D1A, si pas plus haut. Il y a énormément de qualité dans cette division de Belge. Ja, en dat zou wel eens een uitdaging kunnen worden, hè, voor de ploegen in 1A die het vorig seizoen lastig hadden. Ik denk aan een KV Oostende, ik denk aan een Cercle Brugge. Dat zijn toch ploegen die alweer bijna vanaf nul moeten beginnen. Als je kijkt naar het aantal uitgaande en inkomende transfers. Dit is een diepe bal richting Lavie, maar te ver in de handen van Wellenreuter. Dus misschien wel een mogelijkheid voor ploegen zoals Leuven, zoals Beerschot. Om zich te bewijzen en om meteen een stabiele middenmotor te worden in 1A. Al was het natuurlijk voor hen verre van een ideale voorbereiding om zich klaar te stomen. Niet weten in welke competitie je uitkomt, dat is lastig als je moet recruteren. Delcroix, mooie linksvoetige centrale verdediger. Dat is altijd een interessant profiel in het moderne voetbal. Ze lopen niet te dik gezaaid, de echte goede linksvoeters, voor een plek achterin. Balverlies bij Anderlecht. Dan hebben we misschien een mogelijkheid voor RWDM, maar een foutje van Kayembe gemaakt op Bankura. Intussen wordt het ook een beetje warmer op Neerpede. Het was gelukkig vanmorgen wat frisser dan gisteren, want toen een recorddag, warmste 31 juli ooit in de geschiedenis. Vanmorgen wat bewolkingen, wat frisser. Maar het zou kunnen dat de A-kern vanmiddag in Rijssel alweer in temperaturen rond de 30 graden moet voetballen, maar dat zien we dan wel. Eerst kijken naar deze vrije trap. Opnieuw Rommens achter de bal. Van den Borre werkt hem weg. Takidin. Er is ergens een telefoon die rinkelt, maar ik zou niet weten waar. Dus we gaan verder. Een van de supporters misschien hier in de buurt. We kijken naar het schot hier van Terki uit de draai. En opnieuw een mogelijkheid voor RWDM. De tweede van de wedstrijd. Eerst daarnet dus Bankura nu. Iets moeilijker misschien nog wel voor Terki, want echt de scherpe hoek om te trappen. En vanuit de draai opnieuw binnen het bereik van Wellenreuter. Tot slot misschien, Baptiste, voor ik het woord weer aan jou geef, nog even meegeven. Je gaf al aan blessures voor Di Matta en voor Roof. Die gaan we vandaag niet in actie zien, niet vanmorgen, niet vanmiddag. Gisteren heeft Anderlecht hier het bezoek gekregen op het oefencentrum van een 23-jarige spits uit Sierra Leone, Mustafa Bundu. Die speelt bij Aarhus in Denemarken en die kwam hier eens kijken. Staat in de belangstelling van Anderlecht en scoorde 8 doelpunten in 27 wedstrijden. Dus misschien is dat wel een potentiële nieuwe aanvaller voor paars en wit. Want zoals gezegd, Gerkes, die kan wel doelpuntjes maken, zeker en vast. Die moet nu vandaag even depaneren daar centraal voorin. De tackle is goed. Het was Vranje zeker. Zo kan Anderlecht er weer uitkomen, Baptiste. Avec les Anderlechtois au ballon, mais ils ont du mal avec le pressing molenbeekois dans ce premier quart d'heure. Et au niveau occasion, c'est 2-0 hein, pour le RWDM avec, vous l'avez vu il y a quelques minutes, cette belle frappe de Mehdi Terki, arrêtée par Wellenreuter. Ça se précise du côté molenbeekois. Même si ce ballon Vernon Gis est beaucoup trop long. Anthony Vandenborre donc, qui va pouvoir donner cette touche devant Nicolas Frutos. C'est pas mal joué de la part d'Anthony Vandenborre. On sait que c'est un joueur extrêmement technique. L'un des plus beaux techniciens hein, qu'on ait connu dans notre championnat ces dernières années. Anthony Vandenborre. Il est bon ce ballon en direction de Takidin. El Hadj, le petit ballon en direction de Luka Hadžić. Et la première possibilité franche pour Anderlecht. Avec cette tête de Luka Hadžić, le Serbe de 21 ans,
sur ce bon centre de Anwar Ait El Hadj. Et cette tête est contrée. Anderlecht peut peut-être repartir. Ça a peut-être lancé les Anderlechtois dans cette partie. Cette occasion de la tête de Hadjic qui est au ballon. Il a de l'espace, il a du champ, mais il préfère jouer derrière avec Anes Delcroix. Delcroix en direction de Yari Vorskaren, qui semble bien en jambe, Yari Vorskaren, dans ses débuts de match. Assez vif, pas mal de vivacité. Pour le tout jeune, hein, joueur de 19 ans, l'oublie souvent, mais il est encore très très jeune. Il est né en 2001, Yari Vorskaren. Il était freiné par cette blessure à la cheville la saison dernière. Et il espère monter en puissance dans cette préparation pour cette saison 2020-2021. Parce que pour le moment, il ne reçoit pas beaucoup de sa chance. Yari Vorskaren, sûrement déçu de jouer avec l'équipe B aujourd'hui et de ne pas faire le déplacement du côté de Lille. Vandenborg. En direction de Vorskaren, mais c'est directement récupéré par Yori de Kievi. Et donc le gardien en test, Sven Müller, 24 ans, joueur formé à Cologne. Il est titulaire aujourd'hui. C'est donc Anthony Sadin qui avait joué tout le match face à Moucron qui est sur le banc. Mais on devrait sûrement voir un des chouchous des supporters molenbeekois, Anthony Sadin, jouer en deuxième période. Il s'est joué rapidement ce coup franc Anderlechtois avec Takidine, le centre de Takidine. On ne trouve personne si ce n'est Tracy Empati. Et ça va donner une rentrée en touche. Gooien dus voor Anderlecht. Het meeste gevaar vertrekt telkens over die rechterkant. De voorzetten komen van op die flank. En dan is het zaak om af te werken natuurlijk. Daarnet dus de eerste mogelijkheid voor Hadžić. Het was moeilijk kiezen tussen schieten of koppen. Hij koos uiteindelijk het laatste. Maar de verdedigers van RWDM die waren goed aan het opletten. Die bal werd afgeblokt. Hier zitten we bij Ruijsen. Kom er goed uit. Le Joncourt, dat is een hoog opgeschoten pion daar. In het centrum van de defensie. Dit is Abderrahman die oprukt. Het is wachten op een eerste echte actie van die Fransman van 26, Lenny Nangis. Scoort tegen Leuven wel in een van de vorige wedstrijden. En toch een man met 90 wedstrijden in de Ligue 1 op de teller. Dat kan wel tellen. Dat is niet slecht. Het zou een meerwaarde moeten worden. Technisch sterk naar verluid voor dit RWDM. Als je dan het team bekijkt, dan zit je toch met een goed uitgebalanceerd elftal. Voor die competitiestart in 1B. De nieuwe kalender die moet er dus nog aankomen. Dat is even vervelend natuurlijk voor alle teams. Even aanpassen. En laten we vooral hopen dat corona geen roet in het eten gooit. Vooral in 1A, als je daar toch opnieuw 40 wedstrijden moet spelen. Dan krijgen we hopelijk niet te veel onderbrekingen daardoor, door COVID-19. Man op de bank met Verkouteren, met Frutos. Die toekijken. En intussen dus 2 tegen 1 wat de kansen betreft. Terki de laatste die gevaarlijk was voor RWDM. En hij is toch de man, ook nu aan de bal, die de lijnen probeert uit te zetten. En ook toch redelijk scherp en fit. Goeie kruispaas. Bereikt aan de overzijde Nangis. Abderrahman schuift mee. Overlap. En dan Nangis, die ook weer was doorgelopen, maar de controle van Abderrahman. Die gaat even de mist in. Houssem Abderrahman. Ook een van de nieuwe jongens. En wat is er aan de hand met Anthony van den Borre? De schoen even losmaken. Is me even ontgaan. Eerlijk gezegd, of dat is omdat hij pijn heeft of gewoon een vervelend gevoel. Nee, het is iets aan de enkel. Ik denk dat hij speelt met een verband en dat is misschien net iets te strak ingetaped allemaal. Dus even 11 tegen 10. In het voordeel van RWDM. Deze voorzet weggewerkt. Een aanval van Anderlecht kan nu worden opgezet op de linkerkant met Kayembe. Hadžić gaat door op de flank. Het gaat tot bij Verscharen die zeer
prominent aanwezig probeert te zijn. Die voortdurend in beweging is en de bal vraagt. Maar dat heeft nog niet geleid tot een echte opening. Want zoals we al hebben gezegd, bij RWDM staat alles goed vast. De organisatie is er en zo moet Anderlecht nu terug tot bij de keeper, Baptiste. Et donc Anderlecht, qui joue à 10 pour le moment. Vous venez de le dire, Nicolas, parce que Anthony Van den Boer est toujours en train de se faire soigner sur le banc. On lui enlève son bandage. Mais ça n'empêche pas les Anderlechtois d'aller vers l'avant avec ce bon ballon en direction de Luka Azic. Il a de l'espace sur son flanc gauche depuis le début de la partie, le Serbe. Azic qui va aller provoquer devant. Même partie, c'est pas mal essayé. Mais il s'en mêle un petit peu le pinceau, l'ancien joueur Demon. Et reconversion offensive pour les Molenbeekois avec Mehdi Terki. Récupération anderlechtoise. Peter Gerkens. Assez transparent depuis le début de la partie, Gerkens, qui joue en pointe aujourd'hui, dû aux absences de pas mal d'Anderlechtois, comme Kemar Roof et Dimata, qui sont tous les deux blessés. Alors qu'il y avait une belle récupération de Yadi Bangoura. Mais l'arbitre de cette rencontre signale directement une faute. Heureusement pour Anderlecht, parce qu'il était parti. Hein. La flèche molenbeekoise, Yadi Bangoura. 14 buts la saison passée en D1 amateur. L'une d'eux qui fonctionne, c'est bien joué. Takidin. Ah, qui a tenté de remiser vers Anouar Eladj. Ah, Ait Eladj et... Et Takidin, il se cherche depuis le début de cette partie. Deux joueurs très techniques qui se comprennent bien. Deux jeunes joueurs. Ilias Takidin, seulement 19 ans. Il a déjà marqué un but dans cette préparation. C'était face à Saint-Tron. Eladj, lui, c'est 18 ans. Deux jeunes promesses du Sporting d'Anderlecht. À l'instar de Colassin ou de Marco Cana, ou encore de Jérémy Doku, qui eux joueront cet après-midi à Lille. Sur le coup de 15h, ce sera également en Facebook Live. Mpati en direction de Corentin Lavie, qui remise sur Tracy Mpati. Lavie obligé de revenir derrière. Reusen. Une nouvelle bonne interception d'Edo Kayembe qui fait son match sur son flanc gauche. Le Congolais, lui aussi tout jeune, 22 ans. Edo Kayembe, un beau bébé. Physiquement, il en impose, c'est le moins qu'on puisse dire. Abderrahmane sur son flanc gauche, il a une possibilité de centre et il n'est pas mauvais ce centre en direction de la vie. La frappe maintenant de Kevi. Mais ça passe largement à côté des buts défendus par Willen Rutter. Ja, mooie actie van RWDM inderdaad. Met het schot uiteindelijk van de Kivi. Dat had misschien nog net iets beter gekund. Dan was het een fraai doelpunt geweest. Stel dat die bal was binnengegaan. We zijn intussen net voorbij halfweg de eerste helft. En ik denk dat we even gaan drinken. Even wat rust nemen. Een slokje drinken. Maar dus, toch opnieuw een mogelijkheid voor RWDM. Dat was de derde uit deze eerste helft. Met de mogelijkheden voor Terki en Bangoura, die we eerder al zagen. Anderlecht intussen weer met 11. U hebt het gezien dat Van den Borre weer tussen de lijnen is gekomen. Dus dat probleem met die tape rond de rechter enkel, dat lijkt opgelost. En op die manier is het weer gewoon in evenwicht wat het aantal spelers betreft. Even bijsturen met vooral Frutos daar, die het hoge woord voert. Die dus terug is. Even weg geweest, nadat hij tijdelijk overnam. En dan werd afgelost. Passage terug in Zuid-Amerika. Dan even gewerkt ook als analist. Hier voor Proxima Sports onder meer. Maar nu terug waar hij het liefst is van allemaal, denk ik, bij Anderlecht. Werkend aan zijn grote droom, dat is toch trainer worden. En dat zal ook wel hoofdtrainer zijn op lange termijn.
Maar goed, Anderlecht heeft dus wel een goede kluif aan dit RWDM. Voorlopig, want nog niet kunnen scoren. 0-0. Vorige week tegen Nantes bleek dat ook moeilijk. Doelpunt te maken, het is misschien wel de uitdaging van deze voorbereiding. En misschien zelfs ook nog een gevolg van het vorige seizoen. Hier ook compagnie met Gerkes aan het praten. Er was vaak wel goed voetbal, maar de efficiëntie, de echte kansen die dan ook nog werden afgewerkt, dat was het werkpunt en dat zal het blijven. Maar daardoor is er dus nu ook nog sprake van eventuele nieuwe aanvaller. We zullen zien wat de transfermarkt, die wel nog even open is, nog kan opleveren voor Anderlecht. 27 minuten ver, 0-0 voorlopig. Je vous le disiez, offensivement, c'est assez pauvre du côté Anderlechtois. C'était 0-0 face à Nantes. Aujourd'hui, à part l'occasion pour Hadžić, il n'y a pas grand-chose à se mettre sur la dent. Alors c'est vrai, c'est l'équipe B d'Anderlecht, mais il y a quand même des joueurs qui potentiellement pourraient jouer cette saison en D1A avec le noyau A et revendiquer une place de titulaire. On pense évidemment à Yari Varskaren, lui des belles promesses de cette équipe anderlechtoise. Anes Delcroix également, Vranius. Et Dokayembe peut revendiquer quelque chose cette saison. Il y a Stakidin qui montre également pas mal de belles choses. Le jeune joueur venu de Genk lors de ce mercato. Du côté du Limbourg, on disait qu'il n'était pas fait pour le monde professionnel. Et donc Anderlecht en a profité pour l'acheter. Et depuis le début de la préparation, Ilias Takidine, il montre qu'il peut revendiquer une place dans ce noyau d'Anderlecht. Alors peut-être pas être titulaire chaque semaine, il y a énormément de concurrence. Mais tout d'abord, quelques montées au jeu lors du début de ce championnat 2020-2021. En tout cas, Frankie Vercoteren lui fait confiance depuis le début de ces matchs amicaux. Et Ilias Takidine lui rend bien à l'entraîneur Anderlechtois qui a terminé sa carrière du côté du RWDM. Il a joué au stade Edmond Martens de 1990 à 1993. Frankie Vercoteren, il a effectué 50 matchs et a marqué 4 buts. Avant cela, il y jouait à Nantes. Il a également resté 3 saisons en France. 78 matchs et 19 buts. Donc après avoir rencontré les Nantais la semaine dernière, il rencontre un nouveau ex-club, Frankie Vercoteren. L'entraîneur d'Anderlecht, qui est ambitieux, tout comme Vincent Kompany, même si Vincent Kompany, vous le savez sans doute, est blessé et il manquera le début du championnat. Blessure à l'adducteur, contracté face à Saint-Étienne. Il devait être absent donc un peu plus d'un mois. Et on espère qu'il va revenir au top, Vincent Kompany. C'est dommage pour lui, cette énième blessure, parce qu'il avait réalisé une très bonne préparation, solide face à Saint-Trons, solide face à Saint-Étienne. Et malheureusement, comme souvent, son corps l'a lâché à Vincent Kompany. Allez, c'est reparti pour la deuxième moitié de cette première mi-temps. Et c'est Anes Delcroix qui est au ballon. Avec un premier long ballon en direction de Takidine vers Eladj. Récupération Molenbeekoise. Loin devant vers Bangoura, mais ça c'est trop compliqué pour l'ancien liégeois. Verskaren. C'est bien joué de la part de Verskaren, le petit ballon dans l'intervalle pour Peter Gerkens. C'était pas mal imaginé, mais c'est un petit peu trop long. C'est dans les mains de Sven Müller. Nou, het was een mooie versnelling van Yari Verskaren. En dan weten we dat hij op zijn best is als hij een man kan aanvallen, zijn snelheid kan halen en dan een paasje om iemand weg te sturen. Dat lukte nu net niet. Net te hard, inderdaad. Maar de aanval begon opnieuw met een goede kruispaas. Delcroix, echt een goede bal in de linkervoet. En ook Takidine, die Baptiste daar net al even beschreef. Die inderdaad misschien wel
in het slot van zo'n wedstrijd in 1A het verschil kan maken als frisse winger, als creatieve jongen binnenkort. Wel, die heeft ook een goede kruispaas al laten zien. Vaak van op zijn rechterkant de andere vleugel gezocht. Een succesvolle flankwissel. Hier is het wat lastiger voor Takedin. Hij moet dat duel proberen winnen. Dat lukt uiteindelijk. Gaat dan ook zijn man voorbij. En dat is een overtreding. Abderrahman, die in de fout gaat, moet gaan om Takedin af te stoppen. Anders was de jonge flankspeler er vandoor gegaan. Delcroix, Adzic helemaal tegen de lijn hier. Kan hij eens zijn tegenstander voorbij? Het is altijd een dubbele bezetting met Lavie en dan direct daarna ook nog Tracy Mpati, Kayembe. Wennen dus voor hem. Ja, linksachter, centraal op het middenveld. Hij moet het een beetje allemaal doen bij Anderlecht, maar hij kan het ook. Hier zitten we bij Elhadj. Dan het schot. Een schotje, zeg maar. Daar verwachtte Pieter Gerkes meer van. Kijk, ontgoochelde reactie met het kortgeschoren kopje bij Gerkes. Maar goed, na een half uur toch een tweede doelpoging. Al is het een bescheiden poging, zat misschien wel wat meer in als Gerkes die bal helemaal goed raakt. Opnieuw geen probleem, oprapertje voor deze Sven Müller. Na een half uur doen we het voorlopig zonder doelpunten. Nangis, dan Vranjes, opletten daarvoor het tentje. Dat je daar niet tegen belandt. Ja, we kennen hem, Ognjen Vranjes, de Bosnier. Het is een scherpe, stevige verdediger. En als hij er met zijn hoofd bij is, ja, kan hij eigenlijk wel een versterking blijken voor Anderlecht. Maar we weten allemaal wat er in het recente verleden allemaal is gebeurd. Er is sprake van een terugkeer naar AEK Athene, waar hij afgelopen seizoen aan de slag was en 18 wedstrijden heeft gespeeld. In Griekenland, dus de kans bestaat dat hij over een paar weken weer vertrekt. Maar voetballen, een verdediger kan hij zeker en vast. Müller. Nog een minuut of 14. En allicht kunnen we zeker bij RWDM flink wat wissels verwachten in de tweede helft. Het zal meer zijn dan bij Anderlecht. Want daar speelt dus het andere deel van de selectie vanmiddag nog. Er zitten wel wat jonge jongens op de bank. Zoals een Lucas Lisses, Theo Leoni en Zeno de Bast bijvoorbeeld. Spelers van de U21 die in actie kunnen komen straks. Terki. Matige paas onderschept door Delcroix. We volgen nog even deze aanval met Gerkes. Takedin gaat diep. Het is zoeken naar de linkerkant naar Kayembe. Verscharen nu die doorloopt en de bal misschien wel moet krijgen. Kayembe kapt naar binnen en bereikt opnieuw een ploegmaat in de vorm van Elhadj. En zo bij RWDM de organisatie wel wat terug. En de kans voor Anderlecht het momentum misschien een beetje verdwenen. Delcroix. Kayembe. Misschien dat er nu nog wel iets mogelijk is door het centrum. De paas tot bij Verscharen. Duikt de 16 in, maar twee man altijd voor hem. Kayembe, nog altijd. Kayembe gaat scoren. Kayembe, nee. De save van Müller. De beste kans van de wedstrijd voor Anderlecht. Een goede combinatie. Maar uiteindelijk de redding nog van de Duitse doelman. La plus grosse possibilité, en effet, de cette partie. Et quelle intervention hein, de Sven Müller. Un gardien, on le rappelle, en test. Au RWDM, qui remplace donc Anthony Sadin et Kayembe, qui était tout proche d'ouvrir le score. Belle combinaison avec Yari Verskaren, et ça donne un coup de coin avec le pied gauche d'Adrien Trebel. Corner donc sortant. Il est bien donné sur la tête de Pieter Gerkens, c'est en deux temps Sven Müller qui s'interpose. A toujours 0-0, mais Anderlecht est de plus en plus insistant dans ce troisième quart d'heure de cette première période. Parce qu'elle était énorme cette occasion pour Edo Kayembe. Belle intervention, répétons-le, de Sven Müller. Quasiment à bout portant. Ah, c'est les Anderlecht qui ont le pied sur le ballon depuis quelques minutes. Non, ça c'est beaucoup trop long en direction de Ilias Takedin et Sven Müller qui va tranquillement laisser ce ballon sortir. Le gardien allemand donc en test, formé à Cologne. Et pour le moment il est concluant. On peut repartir de l'arrière avec Florian Lejoncourt, le français, ancien joueur de Concarneau et de Caen, formé à Guingamp. Hein, des transferts
du RWDM. KMB avec Yari Verskaren. Belle protection de balle de la part de Yari Verskaren. Il cherche une solution, il va la trouver avec Ilias Takidin. Mais Nangis est bienvenu défendre, Lenny Nangis. Gierkens, souvent dos au but, Peter Gierkens. Avec Ilias Takidin entre deux Molenbeek, quoi, c'est compliqué. Il obtient malgré tout la touche, l'ancien Limbourgeois. Et il va être joué par Anthony Vandenborg. En direction de Peter Gierkens, Anes Delcroix. Kayembe, très belle, excellé dans l'axe. Il a le temps d'ajuster et de trouver un partenaire. Eladj avec Anthony Vandenborg dans ses œuvres. C'est compliqué dans le rectangle et finalement cette frappe de Yari Verskaren qui passe au-dessus. Début défendu par Sven Müller. En dus toch wel meer en meer gevaar van Anderlecht de laatste minuten. De beste kans daarnet voor Kayembe, maar ook die kopbal van Gerkens. Nu het schot van Verscharen. De openingsgoal hangt misschien wel in de lucht stilaan voor paars en wit tegen dit RWDM op 10 minuten van de rust. En na dat schot van Verscharen nog aangeraakt krijgen we nu de nieuwe hoekschop van Trebel. Daarnet kwam Gerkens naar de eerste paal, dat doet hij nu opnieuw. Ja. En het is Franjes liever die nu inliep en die kon... Nee, het is toch Gerkens, sorry. Door het kort geschoren haar verwar ik ze even, mijn excuses. Maar daardoor hetzelfde patroon, hetzelfde scenario, Gerkens opnieuw. Die kan koppen, dit keer raakt hij minder goed en moet Müller niet ingrijpen. Maar het blijft dus Anderlecht dat de laatste minuten domineert. Kijk, de druk hier stevig van Verscharen en van Gerkens, waardoor Müller niet anders kan dan deze bal gewoon simpel buiten te zetten. Misschien krijgt RWDM het iets lastiger in het slot van deze eerste helft. Laurent de Mol zet zich in elk geval even recht. De ex-assistent onder meer van Moeskroen. Vorig seizoen dus Fred van der Bist in eerste instantie de coach van RWDM. Die is dan terug vertrokken naar KV Mechelen. En miste blijkbaar de professionele werking van Malinois. In eerste klasse A is dat iets meer vanzelfsprekend dan een eerste amateur. Dit is een overtreding van Adzic. En dan na het vertrek van Van der Biest nam Frederik Stielman over. Maar die is intussen weer assistent. En dus Laurent de Mol die zijn kans krijgt. Ex-coach van Tubeke, daar was hij wel hoofdtrainer. En nu aan de slag in het Edmond Machtenstadion binnenkort. Nangis, kan RWDM er iets tegenover zetten in de slotfase van de eerste helft? Stilaan. Organisatorisch lijkt alles wel oké. Niet dat ze echt veel open kansen weggeven. Daarnet die combinatie tussen Verscharen en Kayembe. Daar liep het wat minder goed bij RWDM. Ze sneden er makkelijk door. En Kayembe die verrassend nog kapte en met zijn rechter trapte. Maar niet kon scoren. Ruijsen. Die was er vorig seizoen wel al bij. Bij RWDM in Van de Weinigen. Vandaag in de basis. Die ook in eerste amateur meededen. Maar je ziet toch dat Rommes en Terki, dat twee jongens zijn die daar centraal op het middenveld wel hun mannetje kunnen staan. Lijken elkaar ook makkelijk te vinden. En de afspraken verlopen ook vrij vlot. Bijna 38 minuten ver krijgen we nog een doelpunt, Baptiste, in de eerste helft. Ja, Anderlecht qui a clairement appuyé hein, sur l'accélérateur depuis quelques minutes. Avec Adrien Trebel pour une nouvelle offensive des Mauves. Peter Gierkens, il y a une possibilité sur la gauche. Il y a Verskaren, pardon, et Adzic qui demandait le ballon. Adrien Trebel les a ignorés. Voilà Adzic qui va recevoir ce ballon devant Tracy Empati. Un beau duel entre les deux joueurs depuis le début de la partie. Adzic, il a du soutien avec Kayembe derrière. Voilà, il est servi le Congolais. Kayembe. Face à Corentin Lavie. Eladj. Oh, le petit ballon d'Eladj en direction de Takidin. C'était limite. C'était limite. Cette position de hors-jeu. Mais faisons confiance à l'assistant qui a directement levé son drapeau. Mais quel ballon de la part de Eladj en direction de Takidin. Ils se cherchent constamment, ces deux jeunes joueurs anderlechtois. Et ça finira sans doute par payer dans cette rencontre.
ces deux joueurs. Müller. Tranquillement avec son défenseur central. Et Gilles Reusen. Empathie. Cette faute d'Adrien Trébel, signalée par l'arbitre de la rencontre, Mehdi Terki. On cherche Lénine Angis, il y a une possibilité pour les Molenbeek, il rentre dans le rectangle d'Angis, seul pour le but, non ! Ouh là là ! De Kévi, qui s'en mêle les pinceaux juste devant la ligne. Ouh, ça c'était une énorme possibilité pour Molenbeek. Ça faisait... pas mal de temps qu'on n'avait plus vu les Molenbeekois à l'offensive. Et mais là, De Kévi était tout proche d'ouvrir le score. L'ancien joueur de Roulers et de l'OHL, 32 ans, extrêmement talentueux. Youri De Kévi, le numéro 10 de cette formation molenbeekoise. Et Whelan Rutter, tout heureux de voir que cette balle n'a pas franchi la ligne. Toujours 0-0. Mais un but ne saurait tarder dans cette rencontre. Il reste 5 minutes dans cette première période. Toujours 0-0 donc. Mais une grosse frayeur pour les hommes de Frankie Vercoteren. Vranjes avec Whelan Rutter. Pas de solution. Il remise sur Vranjes. Le ballon vers Verskaren. Tous les contrôles sont bons de la part de Jari Verskaren dans cette partie, peut-être l'un des meilleurs Anderlechtois, très actif. Et une nouvelle fois, une position de hors-jeu de Takidin, c'est sa deuxième. En moins de 5 minutes, il doit faire attention, le jeune Anderlechtois. Ja, klopt. Hij staat helemaal tegen de rechterflank. Dus in principe moet hij het spel voor zich zien en weten wanneer het kan en wanneer het niet kan. Daarnet bij die paas van El Hadj was het heel erg nipt. Nu was het wat duidelijker dat hij een metertje of twee buitenspel stond. Maar wat een kans inderdaad voor Youri De Kévi. Onwaarschijnlijk. De echte Brusselaar die had hier kunnen scoren tegen Anderlecht. Had eigenlijk moeten scoren, want de voorzet was perfect van Nangis. Had hem maar binnen te duwen, maar... ja, onwaarschijnlijk maar waar. Het lukte hem niet. En we hoorden hem vloeken tot hier. De kans na, nou, wat was het toch, dik 15, 16 minuten zonder doelgevaar van de kant van RWDM. Plots die 100% kans, de reuze kans die niet werd afgemaakt. Anders was het hier 0 tegen 1 geworden. Maar, en dat is dan weer het positieve nieuws, over het algemeen kunnen we niet klagen. Want sinds de herneming, sinds de drankpauze, hebben we kansen bij de vleet. Voor Anderlecht, nu ook voor RWDM. Dus is het wel een boeiend kijkstuk. Trebel, hier balletje diep sturen richting Verscharen was de bedoeling. En vooral Adzic hier op de linkerkant, die was daar niet echt tevreden mee. Want die... had zich ook vrijgelopen, had ook graag die bal gekregen. Maar het ging dus door het centrum richting Verscharen. Kan RWDM nog eens gevaarlijk zijn zo vlak voor de rust? Veel groter dan die kans van daarnet krijgen ze niet natuurlijk. Maar al bij al denk ik dat Laurent de Mol best wel tevreden is over de prestatie van zijn jongens. Terki, dit is iets te slordig. Zomaar ingeleverd bij Adzic. De ruimte op de rechterkant bij Gerkes. De paas van de Serviër iets te doorzichtig. Empathie. 2,5 minuut nog. Kanyembe, bal meteen weer in de rangen van Paas en Wit. Van den Borre. Voorlopig een sobere wedstrijd van Anthony van den Borre. Paasje hier naar El Hadj. We zitten bij Takidin. El Hadj nog eens. En dan even een misverstandje. Takidin die een fractie van een seconde inhield, niet doorspurte, waardoor hij uiteindelijk net te laat komt. Want het was opnieuw een dubbelpaas tussen die twee jonge jongens. El Hadj die ziet de openingen, die verstuurt de passes met plezier. Alleen deze dus net niet binnengehouden door Takidin. Nog 2 minuten tot de rust. En vous le disiez, hein, Nicolas, Anthony Van den Borre qui fait un match assez sobre. Il ne prend pas beaucoup de risques, mais pour le moment, il fait son match. Le joueur de 32 ans qui devrait jouer qu'une seule mi-temps. Physiquement, il n'est pas encore au top, Anthony Van den Borre. Mais aujourd'hui, c'est un match encourageant pour lui. Tracy Empathy entre deux ans dans les corps. C'est bien joué de la part de Kayembe. Récupération pour Luka Adzic en direction de Verskaren. Verskaren qui remise vers Kayembe.
Stakidine, et une nouvelle fois, une position de hors-jeu de Ilias Stakidine, la troisième en 7 minutes. Il va devoir faire attention à cela. Erreur de jeunesse, dira-t-on. Empathy, qui avale toujours des kilomètres sur son flanc droit, l'ancien joueur de Lokeren, avec Corentin Lavie devant Anes Delcroix. Mais il fait parler son physique, le jeune Anderlechtois de 21 ans, Anes Delcroix, très sûr hein, dans cette première mi-temps, dans l'axe défensif. Il n'est quasiment pas perdu de ballon. Il a été prêté hein, à Wall Wake la saison dernière, Anes Delcroix en Eredivisie. Et lors de cette préparation, il a marqué le but de la victoire lors de la deuxième confrontation face à Saint-Etienne, victoire 0-1. Et donc ce but d'Anes Delcroix, qui aimerait bien faire son trou en tant que titulaire à Anderlecht, dans son club formateur, cette saison. Gilles Reusen avec Tracy Empathy. Mais ce ballon va sortir. Nous sommes dans le temps additionnel de cette première mi-temps. Peut-être une dernière offensive anderlechtoise avec El Hadj en direction d'Anthony Van Den Boer. Et l'arbitre qui va laisser encore se poursuivre cette première mi-temps. Van Den Boer vers Karen. Et bien Stakidine qui fait parler sa vitesse sur le flanc droit. Et donc voilà, un dernier corner pour les Anderlechtois dans cette première mi-temps. Dat zal dan de laatste mogelijkheid worden van inderdaad de eerste 45 minuten. Toegevoegde tijd loopt bijna een minuutje. We hebben natuurlijk de drankpauze gehad. Het is Jari Verscharen die de hoekschop gaat nemen. Het mag nog, de scheidsrechter die overigens wat last lijkt te hebben met zijn microfoontje. Dat is niet helemaal bevestigd zoals hij het wil, hebben we de indruk. Daar komt de corner van Verscharen en daar is de kopbal die er net niet in gaat. Dit was nog een goede mogelijkheid. Hannes Delcroix bezig aan een goede wedstrijd daar. Eén keer bijna balverlies met die overtreding uiteindelijk van Bangura. Maar voor de rest heel goede kruispases en nu ook gevaarlijk met het hoofd. 23 wedstrijden gespeeld in de Eredivisie. Inderdaad bij RKC. Eén doelpuntje gemaakt daar in de hoogste klasse van het Nederlandse voetbal. Maar we kunnen wel zeggen dat Anderlecht de betere ploeg was in het tweede deel van deze eerste helft na de drankpauze. Meer doelgevaar. De beste kans voor Kayembe, maar ook mogelijkheden voor Gerkes, voor Verscharen. En nu dus voor Delcroix. Dus misschien kan Anderlecht de lijn doortrekken zo meteen in de tweede helft. We verwachten bij Paarswit iets minder wissels dan bij RWDM halfweg deze wedstrijd. Bangura. Het is handspel, denk ik. We voetballen nog heel even. Anderlecht mag nog eens opbouwen. RWDM in de openings. Minuten, het eerste kwartier, twee keer gevaarlijk via Bangura en via Terki. Twee keer zonder probleem gepakt door Wellenreuter. En dan was er de kans voor Ducky V. De grootste mogelijkheid uit de wedstrijd tot dusver. Vlak voor de doellijn, maar niet kunnen scoren. Dan kreeg hem niet over de lijn, Yuri Ducky V. Delcroix. Veel centrale verdedigers natuurlijk bij Anderlecht. Er zijn er ook nog een deel die gaan vertrekken, die niet meer in de selectie zitten in de A-kern. Zoals een Josué Sa bijvoorbeeld. Zoals een Lawrence Sané. Die behoren niet meer tot de plannen. Daar is RWDM nog een keer met Nangis. Krijgen we ook hier nog een hoekschop? Nee, want Takidine werkt weg. Dan moeten we nu, Baptiste, nog echt bijna aan het einde zitten van de eerste helft, denk ik. L'arbitre qui fait durer le plaisir dans cette première mi-temps. Nous jouons déjà à la 49e minute. De 3 minutes de temps additionnel. Et voilà. L'arbitre qui donc siffle cette première mi-temps sur le score de 0-0. Un match assez plaisant. Les premières occasions étaient à l'actif des Molenbeekois. Et dans le troisième quart d'heure de cette première mi-temps, c'est clairement Anderlecht qui a appuyé sur l'accélérateur avec de grosses possibilités.
On vient d'en voir une avec Anès Delcroix. Celle également de Kayembe qui est pour moi la plus grosse possibilité de cette première mi-temps. Mais une très belle intervention de Sven Müller, le gardien donc en test du côté du RWDM. Qui a réalisé une très bonne première mi-temps, c'est sûr, dans sa intervention. Bon pied également, l'Allemand ancien de Cologne, qui a repoussé les velléités offensives des Anderlechtois. Rappelons-le, c'est l'équipe B d'Anderlecht qui joue aujourd'hui face au RWDM. L'équipe A jouera à Lille sur le coup de 15h. Et vous le verrez également ce match en Facebook Live, bien évidemment. Allez, on est parti pour les highlights, les meilleurs moments de cette première mi-temps. Ik heb nog niet het maximum bereikt. Ik ben iemand die alles wil winnen. Het feit dat wij de beste ploeg zijn, creëert ook een verwachting naar ons. Dat wij de exponent zijn van de ontwikkeling van vrouwenvoetbal in België. Je hebt een goede ploeg nodig met tot de verbeelding sprekende resultaten. En je hebt ook figuren nodig die dat mee kunnen uitstralen. En is de komst van Tessa natuurlijk fantastisch. Ja, dat is fenomenaal. Ik ben zeker kampioen geworden. EK natuurlijk, dat was om niet te vergeten. De Champions League finale, de bekerfinale op Wembley. Voor 60.000 man of zo. Ja, het kampioenschap en een beker, dat staat zeker terug op mijn lijst. Tessa is een goede aanvulling op onze bestaande ploeg. En een aanvallend ingestelde speelster die makkelijk doelpunten maakt. En langs de andere kant kan ze ook een inspirerend voorbeeld zijn voor jonge meisjes om die stap naar vrouwenvoetbal te zetten. Naast de sportieve is voor mij ook belangrijk dat nog meer meisjes gaan voetballen, want ik denk dat zo alleen maar het niveau omhoog zal gaan. Ja, ik ken bijna iedereen eigenlijk bij Anderlecht. Ik denk dat die wel blij gaan zijn en ik ben ook blij om hen terug te zien. Je me suis dit, maintenant tous les sacrifices qu'il a faits, ils ont du sens. Ouais, je me souviens très très bien. C'était contre Bruges à la maison, donc tu sais que ça va être un grand match. Conky et Vincent m'ont appelé, m'ont simplement dit que j'allais jouer, donc que voilà, c'était mon moment, fallait pas que je stresse. Pour y aller, j'ai donné 150%. Quoi. Quand je l'ai vu monter sur le terrain, moi j'étais stressé forcément, mais quand je l'ai vu monter sur le terrain, je me suis rendu compte que lui ne l'était pas. Et ça m'a un peu rassuré. On se retrouvait dans le stade et je voyais mon meilleur ami dans le 11 de base. Moi j'y croyais pas, mais j'étais surtout très très fier de lui. Le goal, c'était quelque chose de magnifique, j'ai envie de dire, parce que c'était mon premier, ça, t'oublies pas. Quand il a mis son but, c'est enfin, une émotion incroyable, c'est à ne pas croire, on ne se rend pas compte sur le moment, il faut quelques jours pour retomber. C'était magique, enfin, c'est presque indescriptible. Puis on se dit, mais non, c'est pas vrai. Et puis quand le speaker dit Antoine Colassin, et qu'il y a tout le stade qui répète son nom, là c'est... Son sourire, je crois qu'il reste gravé dans ma mémoire. Je l'ai vu et je l'ai vu heureux en fait. Et voilà, c'était fou. C'était vraiment fou et j'ai pas d'autres mots. Mais... Après le match, on se retrouve dans la voiture, on se regarde, on commence à péter de rire, musique à fond. On n'y croyait pas, c'était un rêve pour lui et franchement, je suis vraiment content de ce qui lui est arrivé ce jour-là.
La toute première fois quand M. Kinderman s'est venu à la maison, il y a eu à un moment donné cette phrase de dire « Ben voilà, on va vous prendre un gamin et on vous rendra un homme. » Pour une maman, c'est pas évident. Je suis venu à Anderlecht à l'âge de 14 ans. J'ai signé jusqu'en 2025. Le fait que Anderlecht offre cette prolongation, c'est une marque de confiance. Et le fait que lui, il se dise, moi je suis prêt à m'engager pour cette durée, pour confirmer à Anderlecht sur cette pelouse qui m'a vu naître, cette confiance mutuelle, elle est vraiment importante. Il a marqué les esprits, mais il a encore énormément de chemin à parcourir. Donc il a la tête sur les épaules et il est à l'écoute. Moi, c'est une fierté. Today. Okay. That's the main road. If it doesn't break, you win. Ik had eerst vertrouwen erin. Dus dat is het. Ik heb nog huiswerk dat ik moet doen. Make sure that every side you have a guy who speaks English. And you make the signs, all of us, to us. Oh my days. Nico, shall we come back tomorrow? Ready? Go. Right, left, up, down. Hey, Tony Montana. Eric Lucas, la 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 la. Derek, gefeliciteerd met je urencontract naar Anderlecht. Ik hoop goed dat je het ding doet zoals vorig jaar en dat je geen goals tegenkrijgt. Ja, mooi. Leuk. Leuk om dit te zien. Zeker van hun drie. Zijn mijn gebroeders en zijn alles voor mij. Brian, zeg jij het maar. Ik denk de 1-op-1 duels. Ik denk dat wel zijn grootste kwaliteit. Voor mij explosief. En voor mij is het wel zijn paf omhoog. Jawel. Ik ben het over het algemeen wel eens met ze. 1-op-1, power, kracht, snelheid gebruiken. Dat hij het heel goed zag zitten. Hij kreeg advies van Company. Dus daar kon hij heel veel van leren. Wat ik kan leren van hem, dat pak ik zeker op. Alles wat hij zegt, pak ik zeker op. En probeer ik het in mijn spel neer te leggen. Dus ik denk wel dat hij belangrijk is. Ja, hij is heel erg thuis. Hij is blij. Mooie club. Ik kom met een lach op de training, leuke spelersgroep. Voor mij persoonlijk zou ik ook niet echt een andere club willen spelen dan Anderlecht. Omdat ik vind dat Anderlecht de grootste club is in België. Ik sta volgens mij via de Franse boel gekomen, dus hij is er wel weer bezig om te leren. Dus het gaat wel goed komen. Ja, mijn Frans is helemaal niet goed. Totaal niet, maar ik heb inderdaad wel een Franse boek, dus ik ga ermee aan de gang. Ja, ik hoop het liefst dat ze me volgend seizoen een goed seizoen draaien. Dat belangrijk kan zijn voor het team en uiteindelijk dat Anderlecht kampioen kan worden. Dat zal mooi zijn. Voor Anderlecht en voor hemzelf.
denk als team zijnde dat we gewoon een beter seizoen gaan draaien dan wat we vorig jaar hebben gedaan. En daar heb ik ook veel vertrouwen in dat het gaat lukken. Dat we zijn gegroeid als team. En voor mij persoonlijk gewoon dat ik het team kan helpen. Voor iedereen die Anderlecht een warm hart toedraagt. Dus daar gaan we voor. Welkom terug, voetballiefhebbers. Zometeen deel 2 van de oefenpartij tussen Anderlecht en RWDM. Bij de rust was het nog 0-0. Wel wat kansen over en weer voor de beide ploegen. Eigenlijk één echte reuzenkans. Kayembe voor Anderlecht, De Kevi voor RWDM. Maar geen van beiden kon scoren en dus 0-0. En zometeen even kijken wie er allemaal is bijgekomen. Welke wissels er zijn doorgevoerd bij Anderlecht. Heb ik op het eerste gezicht het gevoel dat Milic hier in het team is gekomen, op de rechtsachter. Dan gaan we verder even moeten kijken of er nog nieuwe namen opstaan bij RWDM. Valt het mee? We hadden veel wissels verwacht. Dat was ons ingefluisterd door een van de leden van de technische staf. Maar dat schijnt wel mee te vallen. Kijken nu naar deze eerste aanval van Anderlecht met Adzic. Takidin aan de andere kant in de box. Probeert zijn mannetje voorbij te gaan. Le Joncourt, de voorzet. Afgeblokt. Het was Le Joncourt liever die de bal in corner zette. Hoekschop dus voor Anderlecht bij RWDM. Sangaré in de ploeg gekomen, dat wel. Kijken even of de hoekschop kort wordt genomen. Dat dreigde te gebeuren, zagen ze bij RWDM. En dus toch maar twee mannen naartoe gestuurd. En zo wordt het wellicht een lange hoekschop. We gaan die nog even mee volgen. Daar komt die Jari Verscharen van op de rechterkant. Anderlecht al een paar keer gevaarlijk geweest op corner, met vooral Pieter Gerkes. Die twee keer kon koppen. Hier is hij opnieuw. Pieter Gerkes. Bal weggewerkt door Müller, de Duitser. En dan in de draai. Eerste kans van de tweede helft is ook meteen een feit. Baptiste voor Pieter Gerkes opnieuw. Première possibilité donc dans cette deuxième période via Pieter Gerkens. Mais ça passe à côté. Début de Willen Rutter. Et on le pressentait. Hein. Antonio Milic a donc remplacé Anthony Van den Boer. À court physiquement, Anthony Van den Boer, mais qui a réalisé une bonne première mi-temps. Encourageant pour la suite des hostilités pour le joueur de 32 ans qui avait joué, rappelons-le, la semaine dernière avec les U21, les espoirs donc. Et on peut repartir du côté du RWDM avec Gilles Reusen vers son gardien Sven Müller. On cherche une solution de manière courte, mais on trouve Kayembe avec Pieter Gerkens dans le rectangle. C'est pas mal joué de la part de Pieter Gerkens, mais excellente intervention défensive molenbeekoise. Ils sont directement rentrés dans cette deuxième mi-temps, les Anderlechtois, avec un nouveau corner de l'autre côté cette fois, donné par Adrien Trebel. Il va être sortant ce coup de coin. Il y a de la taille du côté Anderlechtois. Il est pas mal donné ce corner. On a cherché à Nézel. On réclame un pénalty du côté Anderlechtois. Selon eux, il y a une main dans le rectangle. C'est difficile de se prononcer. Mais en attendant, le RWM peut repartir avec Lénine Angis. C'est la flèche de cette équipe de Molenbeek entre deux Anderlechtois. Et il s'en sort, Lénine Angis. C'est bien joué le centre. Ensuite, avec l'intervention de Edo Kayembe. Ah, il est sur tous les ballons depuis le début de la partie, Edo Kayembe. Il coupe toutes les brèches. Il est très solide, le Congolais de 22 ans. Ça peut repartir avec El Hadja en direction de Hannes Delcroix. Lénine Angis, qui donc a 26 ans, c'est un transfert, hein. Un des nombreux transferts du RWDM. Formé à Caen. Il est
était libre de tout contrat. Il s'est donc engagé cet été avec le RWDM. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que il est en forme et il monte en puissance. Un des meilleurs joueurs de cette équipe du RWDM durant cette préparation excellente pour les Bruxellois. Une seule petite défaite et une victoire face à l'OHL et face à Sultoire Game, s'il vous plaît. Attention avec une nouvelle position de hors-jeu pour Luka Hadzic. Et on peut repartir avec Sven Müller. 4 minutes ver in de tweede helft. Daar zijn nog wat jongens aan het opwarmen bij RWDM die we straks in actie zullen zien. Er zijn al 2 nieuwe jongens in het elftal gekomen. Met vooral 2 nieuwe jongens op de flanken, hè. Links en rechts achter. Dan hebben we Najim Boujou op links. Eerst even kijken naar deze aanval met Bangura. Bangura, kan hij trappen? Dat kan hij wel degelijk, maar de bal afgeblokt door Vranjes. En zo krijgen we een hoekschop, de eerste van deze tweede helft voor RWDM. Ik was aan het zeggen, dus Abderrahman op links uit de ploeg verdwenen. En op de rechterkant is Tracy Empati naar de kant gehaald. En hij is vervangen door een jonge kerel, Sangaré, op de rechtse backpositie ingebracht door Laurent de Mol. Maar zoals aangegeven nog 6-7 spelers die aan het opwarmen zijn om er zo meteen in te komen. Kijken of deze corner iets oplevert voor de bezoekers. De hoekschop, zoals gewoonlijk in deze wedstrijd, getrapt door Nicolas Rommens. Dat is goed aangesneden en dan bijna de kopbal daar. Centraal van Gilles Ruyssen, de centrale verdediger. Dat scheelde weinig hoor. Anders had hij kunnen koppen. El Hadj nu diep. En dan Sangaré. Anderlecht kan er misschien uitkomen. Goed, kijken. Bij Anderlecht dus voorlopig Milic inderdaad op de rechtsachter. Toch opmerkelijk, hè, want het is een linksvoetige verdediger. Hij speelde al vaker wel eens linksachter of centraal. Op rechts, dat is nieuw voor hem. En tegen Nangis hier, dribbelvaardige flankspeler. Zou dat interessant kunnen worden. Verscharen. Hadzic durft die trappen vandaar. Luka Hadzic, oh la la, dat was een mooie doelpoging van de Serviër. En dat weet hij zelf ook. Ik denk dat het niet al te veel scheelde. Misschien een beetje gezichtsbedrog van op onze positie. Maar niet al te ver naast de goal van Sven Müller. Dat in elk geval. Luka Hadzic, Anderlecht dus het meest gevaarlijk op dit moment. Daarnet Gerkes in het zijnet in de eerste minuut. En nu Hadzic voor de tweede doelpoging in de tweede helft. Vlak voor onze neus hier trouwens is overigens net de voorzitter van RWDM komen staan. Thierry Dailly. Hij is toch de sterke man bij RWDM die er mee voor heeft gezorgd dat die meervoudige promoties er zijn gekomen. En hij weet het, hè, financieel gezond blijven, dat is nu boodschap nummer 1 voor RWDM na de problemen uit het verleden. We gaan niet boven onze stand leven, heeft hij gezegd. Erin proberen blijven, dat is uitdaging nummer 1. Maar ja, de coronacrisis is echt wel een probleem voor RWDM. In die zin dat ze thuis gemiddeld voor 3500 mensen spelen in een competitiematchje. Bij toppers is dat zelfs nog meer. En dus die vele inkomsten gaat RWDM mislopen. En dat kan voor zo'n club die net overstapt uit de amateurdivisie toch wel een probleem zijn op de iets langere termijn. We zullen hopen dat voor RWDM en andere clubs van dat kaliber met gelijkaardige problemen, dat het toch binnenkort, laat ons hopen, weer mogelijk is om wat volk binnen te laten. Als dat veilig kan. Anderlecht over de linkerflank met Hadzic. Schade diep gelopen. Kayembe Trebel. Bij Anderlecht nog wel een speler of 3-4 wellicht. Die er zo meteen zal ingegooid worden door Compagnie Verkouter en Frutos. Verscharen, dat doet hij graag in de hoek duiken. Verscharen dan met de center. Dat is allemaal moeilijk te belopen voor zowel El Hadj als Takidin. De druk. Dat zorgt toch voor problemen bij RWDM. Hadzic legt terug en dan Verscharen. Kayembe nog. Anderlecht
voert de pressing op en RWDM had daar in deze fase wat problemen mee. Stevige tackle van Delcroix die te laat komt. Maar we krijgen balvoordeel. Kijk eens aan, dat hadden ze zelfs bij Anderlecht niet verwacht, denk ik. Bangura die mag doorgaan en mag trappen uiteindelijk. En op die manier is het toch nog een kans. Het leek een overtreding en een vrije trap, maar goed, het voordeel gegeven. Delcroix die krijgt wel even een uitbrander, want die tackle was stevig. En in principe, als dit geen oefenwedstrijd is, is dit een gele kaart voor de centrale verdediger. Vranjes. Voorlopig dus geen Didion tussen de palen. Misschien heeft dat te maken met zijn potentieel vertrek. Anders zou je wel speelgelegenheid kunnen krijgen. Verscharen probeert altijd iets weg te sturen. Onderschept nog net op het goede moment. Maar Anderlecht is beter. Druk door, is gevaarlijk. We hopen in elk geval in de laatste 35 minuten van deze wedstrijd nog minstens één doelpuntje te zien. Zoals gezegd, de kansen zijn er wel al geweest. Hier opnieuw RWDM met Bangura. Die stilaan ook wel veel energie verbruikt heeft, denk ik. Als enige diepe spits daar. Dan vaak spurtjes moeten trekken die niet altijd beloond werden met balbezit. Dat begin je toch te voelen, denk ik, na zowat een uur. Ah, dat is geen goede bal van Gerkes. Genoemd dus bij Antwerp, bij Zultewaregem. Benieuwd of hij bij Anderlecht zal blijven. Wordt mooi betaald natuurlijk bij Paarswit, wat een potentieel probleem is voor overnemers. Tien minuten ver na de rust, Baptiste, en nog steeds dus 0 tegen 0. Toujours 0-0, vous l'avez dit. C'était 0-0 hein, le week-end dernier face à Nantes. Espérons qu'aujourd'hui, il y débute dans cette rencontre plaisante avec de grosses possibilités, mais la concrétisation fait défaut. Le centre d'Abderrahmane en direction de Bangura. La récupération pour Terki, la frappe de Terki en première intention, c'était pas mal essayé. Mais ça passe nettement à côté du but de Waylon Rutter. Ça manquait de puissance et de précision, cette frappe de Mehdi Terki, l'ancien joueur de l'Aukeren, qui fait aujourd'hui son premier match avec son nouveau club du RWDM. Il vient d'arriver, c'est le dernier transfert en date des hommes de Laurent Demol. Takidine sur le côté droit, il va les provoquer évidemment. Ilias Takidine, très doué techniquement, mais là il se fait avoir par l'expérience d'Abderrahmane, l'international mauritanien de 25 ans, un transfert également de cet été au RWDM. Il vient de la 3e division française. Et il a signé un contrat d'un an, avec un an en option. Abderrahmane de Kevi. Le voilà, Abderrahmane sur le côté gauche. Le centre avec Nangis, la frappe de Nangis. Mais ça passe au-dessus. Début de Willen Rotor. Très belle avec El Hadj. Il va aller trouver Takidine comme depuis le début de la partie. Il se cherche ces deux joueurs-là. El Hadj et Takidine. Kayembe. Qui tentait d'alerter Luka Hadzic. Voilà, il est servi, le Serbe, Hadzic, avec Kayembe. On cherche la brèche, le bon moment, la bonne solution du côté anderlechtois. Gerkens avec Hadzic, esselé sur le flanc gauche. Verskaren. Ils sont privés de ballon, les Molenbeekois. Mais Anderlecht n'arrive pas à se projeter vers l'avant. Peut-être ici avec Takidine. Non. C'est contré. La rentrée en touche est jouée rapidement. Milic.
On ne s'affole, pas. Côté Mova, Adzic. Possibilité de centre pour Adzic. Non, il préfère aller provoquer. C'est pas mal essayé. Il fait pas aller sa vitesse. Adzic en retrait. Et c'est encore tout tout proche. Début de Willen Rotor. Une nouvelle grosse possibilité pour Anderlecht. Mais encore une fois, la concrétisation fait défaut. Ja, en het gevaar vertrok opnieuw, of kwam opnieuw van bij Adzic, die uiteindelijk Verscharen bereikt. En die trap naast de goal van Sven Müller. Maar goed, het gevaar dat komt dus wel degelijk, blijft komen van Anderlecht. Sinds eigenlijk de drankpauze in de eerste helft heeft Anderlecht het heft in handen genomen. Er was nog dat ene moment met Dickie V, maar voor de rest is het zo moeilijk voor RWDM om aan de overzijde te geraken. En Wellenreuter die staat er eigenlijk redelijk werkloos bij. Die kan het rustig aandoen. Het is intussen ook wel wat warmer geworden. Dan hebben wij het geluk als commentatoren dat we in een tentje zitten. De zon niet direct op onze rug voelen. Maar voor de spelers op het veld is het best wel al zweten geblazen. Dat zie je. Milic. Een avontuur er dus op zitten in Spanje. Uitgeleend. De vraag is, heeft de Kroaat toekomst bij Anderlecht? Is polyvalent, is een linksvoetige verdediger, dat is interessant. Maar daar is nu Trebel. Trebel met zijn rechter dan maar. Trebel, oh la 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 la. En fantastisch doelpunt met zijn mindere rechter. Adrien Trebel, dan toch het doelpunt dat we eigenlijk al een paar minuten verwachten. Anderlecht nam de bovenhand, was de gevaarlijkste ploeg. En dan worden we beloond. Want dit is een fantastische goal van Adrien Trebel. Du pied droit, s'il vous plaît, Adrien Trebel. Effectivement, qui met ce ballon en pleine lucarne. Impossible à aller chercher pour Sven Müller. Et donc, ça se sentait. Hein, les Anderlechtois étaient vraiment insistants dans ce début de deuxième période. Et donc, à la 60e minute de jeu, Trebel ouvre le score. 1-0 pour Anderlecht. Un but qui va lui faire du bien à Adrien Trebel, qui n'est pas dans le projet compagnie, qui donc joue avec l'équipe B aujourd'hui, qui a eu sa chance la semaine dernière face à Nantes. Mais avant cela, il était souvent sur le banc, ou alors il montait en cours de match. Aujourd'hui, il montre qu'il a énormément de qualité. On le sait, Adrien Trebel, il a beaucoup de qualité, le joueur de 29 ans. Mais il coûte très cher au club. Et il a des envies d'ailleurs. On parle de lui au Moyen-Orient. En attendant, il est toujours bien sous contrat ici. Et le but est absolument splendide. Peut-être directement le but du break pour les Anderlechtois ici. Non, récupération de Mehdi Terki. Et le nouveau venu, Naïm Boujou, sur le côté gauche, qui perd le ballon. Attention à la reconversion offensive anderlechtoise avec Peter Gierkens. Ah, il s'est un petit peu trop précipité, l'ancien Trudonner, Peter Gierkens. Parce qu'il y avait beaucoup mieux à faire sur cette occasion. De Kevi, il y a un appel sur le côté gauche de Lenny Nangis. Il va aller provoquer Lenny Nangis face à Adrien Trebel. Ah, il tombe assez facilement selon moi, mais selon l'arbitre, c'est lui le maître des débats. Il y a bien une faute d'Adrien Trebel et ça va donner un coup franc intéressant en faveur du RWDM. Ah, peut-être qu'ils vont réagir sur phase arrêtée. Il y a du beau monde derrière le ballon. Nicolas Romens, par exemple, il a marqué un but, un coup franc à cette distance-là. Et c'était face à l'OHL. C'est sûrement lui qui va se charger de botter ce coup franc. Il y a également Corentin Lavie derrière le ballon. Willen Rotor qui place son mur. Alors, le coup franc pour Nicolas Romens. Oh, il est bien donné. Il était très bien donné, ce coup franc de l'ancien joueur de Westerlo. Mais ça passe quand même assez nettement à côté. Début de Willen Rotor, toujours 1-0. Donc pour Anderlecht, mais la réaction est venue des pieds de Nicolas Romens. Alors, quelques changements côté Molenbeek-Tois. Il y a Clément Fabre qui monte au jeu. L'ancien joueur de Tubize qui vient directement se placer en défense centrale.
Évidemment, on fait tourner du côté du WDM. L'Anderlecht, on ne connaît pas encore le calendrier, évidemment, avec cette nouvelle D1A à 18. Mais on sait que ça va quand même commencer le week-end prochain. Du côté de la D1B, c'est plus tard. Hein. C'est le week-end du 23 août que commencera cette D1B avec donc le Lyrs et les U23 Brugeois. Twee wissels dus centraal achterin bij RWDM met Ruyssen en Le Joncourt die naar de kant zijn. En zoals Baptiste al zei, Clément Fabre erop gekomen en ook Jarno Liber die ook centraal achterin speelt. Dus een nieuw centraal duo bij RWDM. Het was inderdaad een hele mooie vrije trap van Nicolas Romens vanuit onze positie. Dan zagen we die bal goed vertrekken, het scheelde zeer, zeer weinig. Buitenspel nu deze man afgevlacht, Adzic. Maar inderdaad, we konden ons wel de vraag stellen of dat een vrije trap waard was. Dat contact tussen Trebel en Nangis lichte overtreding in elk geval, als het er al één was. Maar de ref gaf effectief die vrije trap. En als we maar één doelpunt zouden te zien krijgen vanmorgen, dan hebben we toch een absoluut wereld doelpunt gezien van Trebel. Hier is de overtreding van Vranjes op Nangis. Hij was er quasi langs, maar de Bosniër laat dat niet gebeuren. Hij heeft hem nog een zetje. En dan willen ze bij RWDM eigenlijk ook een kaart. Maar ik denk dat de scheidsrechter, als het even kan, die liefst op zak houdt vandaag. Ook Delcroix had er misschien al eentje verdiend eerder in de wedstrijd. Maar goed, een vriendschappelijk duel, dan is de ref altijd wat milder. De vrije trap met Romens. Dit keer gaat hij niet op doel trappen, maar hem wel in de box droppen. Dat lijkt me de goede keuze te zijn. Terki vraagt, zet er toch maar wat kracht achter. Kijk, goed aangesneden bal en dan gaat hij erin hoor, jawel. Het is de man die er net is ingebracht, Clément Fabre, die scoort op een spelhervatting. Is Wellenreuter dan toch geklopt? Hij had niet al te veel werk eigenlijk tot dusver in deze wedstrijd. Maar nu plots is daar de gelijkmaker. Een goed aangesneden vrijschop. Mooie assist dus van Romens. Il vient de monter au jeu, hein, Clément Fabre. Et donc il égalise. Sur ce, vous l'avez dit, très bon ballon de Nicolas Romens, le spécialiste hein, des phases arrêtées. Durant cette préparation du côté du RWDM. Et il le montre encore une fois aujourd'hui. Avec ce coup franc, Botté et Clément Fabre, l'ancien joueur de Tubize de 31 ans, qui surgit pour égaliser un but partout. Le match qui s'emballe en l'espace de 7 minutes. Ça se sentait, hein, 0-0 à la pause, mais il y avait des occasions très franches des deux côtés. Et les buts allaient tomber en seconde période. Un but partout. Et les 25 dernières minutes s'annoncent très 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 intéressantes parce que c'est un match assez équilibré entre cette équipe B d'Anderlecht et cette équipe A du RWDM promue donc en D1B qui montre de bien belles choses ici à Nerpé. Attention, la reconversion offensive avec Adrien Trebel à la baguette en direction de Lucas Zic. Il va aller provoquer Lucas Zic. Il préfère le crochet court. Le petit ballon en direction de Takidine dans le rectangle. Takidine du pied gauche. Bien, bien joué, mais belle interception. Molenbeekoise. C'est pas terminé. Attention, c'est but. Voilà, c'est fait. Directement après l'égalisation, eh bien, Peter Gerkens, qui joue devant aujourd'hui, remet les Anderlechtois aux commandes. Ah, le match qui s'emballe complètement depuis la 60e minute de jeu et cette frappe sensationnelle d'Adrien Trebel. Peter Gerkens donc fait 2-1 pour les Anderlechtois sous les yeux de Vincent Kompany et de Franky Verkotteren qui n'ont pas l'air si satisfaits que ça de ce but. Il irait, leur joie est toute contenue. Voilà le pouce levé de la part de Vincent Kompany. Belle assiste à noter également d'Ilias Takidine. Et donc Anderlecht repasse devant à la 69e minute de jeu. Inderdaad, 2 tegen 1, 69ste minuut, terwijl er hier ook een helikopter overvliegt boven het oefenveld op Neerpede. In elk geval, Pieter Gerkens, ook zijn vieren was ingetogen. Hij was denk ik niet al te tevreden over zijn wedstrijd tot dusver, met een paar mindere passes en ook een paar keer
de afwerking die net niet mee zat. Een paar keer gekopt richting de goal bijvoorbeeld. Eén keer moest doelman Müller wel ingrijpen. Maar ja, het is voor hem wat zoeken hè, bij Anderlecht. Vorig seizoen al eigenlijk Pieter Gerkes niet altijd genoeg aan spelen toegekomen. 7 wedstrijden maar in de Jupiler Pro League, waarvan 5 basisplaatsen. Het seizoen daarvoor waren dat er nog 32 met 22 wedstrijden die hij in de basis mocht starten. Dus dat is een aanzienlijk verschil. Hij zou nu beginnen aan zijn 4e seizoen bij Anderlecht. Nadat hij overkwam van Sint-Truiden. En dat in de zomer van 2017 bij STVV had hij al zijn neus voor doelpunten getoond. Dus dat weten we, dat hij als infiltrerende middenvelder vandaag aanvaller gemakkelijk een doelpunt maakt. En deze kwam er dus op aangeven, zoals Baptiste al zei, van Ilias Takedin met een goede assist, goede voorzet. En daardoor meteen weer de voorsprong. Een minuutje of twee na de gelijkmaker van Clément Fabre, de centrale verdediger die al 1,5 jaar bij RWDM speelt. Na zijn transfer van Oud-Heverlee-Leuven. Nog 20 minuten. En de vraag is, kan Anderlecht de voorsprong uitbouwen? Nu met Pieter Gerkes, tot bij Takidin. Terug tot bij Gerkes. Nog eens de tweede zone zoeken bij Verscharen. Maar dan is dit buitenspel. Iets te mooi misschien willen uitvoetballen deze fase. Want Gerkes stond ook al in de 16, als ik me niet vergis. En had misschien ook zelf het schot kunnen zoeken. Maar niet zelfzuchtig zijn, dat is ook een troef natuurlijk. Baptiste. Il y a de plus en plus d'espace hein, dans cette défense molenbeekoise. On sent Anderlecht qui arrive à développer son jeu assez facilement dans ces 30 dernières minutes. Alors qu'il y aura un nouveau changement, tant du côté Anderlechtois que du côté molenbeekois. Et la sortie de Takidin, un des meilleurs Anderlechtois aujourd'hui. Ilias Takidin. Transfert donc venu de Genk. Et il montre de semaine en semaine qu'il... qu'il peut revendiquer quelque chose cette saison en Jupiler Pro League. En tout cas du temps de jeu, très clairement, avec cette équipe A du Sporting. Malgré son jeune âge, on sent un joueur mature qui fait souvent les bons choix. Hormis les quelques fois où il était en position de hors-jeu en première mi-temps. Eh bien, Takidin, Frankie Verkotteren peut être satisfait de sa prestation aujourd'hui. Alors que le jeune joueur que vous venez de voir, qui a remplacé Ilias Takidin, c'est Théo Léoni, un jeune joueur des U21 qui a sa chance aujourd'hui. Il a 20 minutes pour prouver qu'il a peut-être sa place dans le noyau énergie des Anderlechtois. Et le voilà directement au ballon avec Milic. Léoni, Milic, Kayembe, qui ne cesse de demander ce ballon. Kayembe, il bouge beaucoup. Le Congolais, le centre de Lucas Hadzic. On cherche El Hadj au second poteau. On trouve une tête molenbeekoise. C'est pas terminé. Léoni avec Adrien Trebel. Hadzic qui va rentrer sur son pied droit. Non, il préfère le crochet et son pied gauche ensuite. Et ça va donner un coup de coin intéressant pour les Anderlechtois. Hoekschop inderdaad voor Anderlecht. We naderen stilaan het slotkwartier met dus de invalbeurt van Léoni. Hoekschop zal kort genomen worden. Bij RWDM hebben ze dat wel in de gaten, maar ze zijn toch te laat. Daar is Trebel, de kopbal van Hadzic, die zich toch ook probeert te laten zien. Luka Hadzic, zeker in deze tweede helft, wat prominenter in beeld. Léoni er weer tussen, gaat ook nog tackelen. Nou, tackelen hoeft niet, maar hij zet hem wel over de zijlijn de bal. De invalbeurt van Léoni heeft er wel voor gezorgd dat El Hadj nu uitwijkt. Dan heb ik de indruk naar de rechterkant. Of gaat Gerkes dat nu doen? Misschien wisselen ze wel af. Maar Léoni die speelt in elk geval centraal op het middenveld. Nu mee in die driehoek. Samen met Trebel en Jari Verscharen. Lange bal. RWDM, kunnen zij nog eens gevaarlijk zijn?
Corentin Lavie. En dan een overtreding van Dicky V. Daar tegen de kant, dat was op Kayembe, op de voet van de Congolees. Even verzorging nodig, of even bekomen. Verzorging zelf zal niet nodig zijn, denk ik. We krijgen nog wat wissels aan de kant van RWDM ook. Dan moeten we even het wedstrijdblad erbij nemen, hè, want er zitten nog wel wat mannen op de bank. Wie gaat er naar de kant? Rommens lijkt eraf te gaan. En Terki dan misschien ook, of gaan ze gewoon iets drinken? Rommens is in elk geval een fles water gaan halen, maar Terki gaat er wel af. Is er nog maar net weer bij natuurlijk. Net binnengehaald Mehdi Terki, maar in deze wedstrijd, zeker in de openingsminuten, eerste deel van de eerste helft, nadrukkelijk aanwezig. En toch gebleken dat hij een versterking kan zijn. Wie komt er nog op? Guillaume Shelton, met nummer 77, tussen de lijnen gekomen. Het is altijd een soort ontdekkingstocht. Dat is een Haïtiaan overigens, Shelton Guillaume, moeten we eigenlijk zeggen. 22 jaar. Die was er vorig seizoen ook al bij RWDM. Maar dus ja, toch al een wissel of 7, denk ik, in totaal doorgevoerd bij de bezoekers. Rommens is wel degelijk blijven staan. En dit is een goede bal. Daar is Shelton Guillaume. Maar een oplettende doelman, Wellenreuter, die kan de bal wegzetten. Kerkens nu effectief op de rechterflank. Wint het kopduel. Maar meteen weer balbezit voor RWDM. Het zou kunnen met die vele wissels, Baptiste, dat we het beste deel van de wedstrijd gehad hebben. Het is altijd wat zoeken natuurlijk met vele nieuwe namen in het slotkwartier. Maar we zullen zien. Effectivement, de nouveaux joueurs sont entrés du côté du RWDM avec Shelton Guillaume et également Anthony Bova, le buteur de cette équipe du RWDM. On va essayer d'égaliser, c'est clair. Laurent Demol, le coach du RWDM, veut obtenir un résultat aujourd'hui, même si ça reste un match de préparation. Alors qu'il y a une nouvelle offensive en directoise avec Yari Vorskaren, Peter Gierkens dans la surface de réparation, le centre de Gierkens. On trouve Antonio Milic, Théo Léoni. Ah, c'est pas mal essayé. On sent qu'il y a de la qualité hein, chez ce joueur, Théo Léoni, 20 ans. Pur produit du centre de formation Nanderlecht. Et il doit profiter des 20 minutes que lui accorde Frankie Vercoteren aujourd'hui. Récupération molenbeekoise. Anthony Bova. Avec Boujou, le changement d'aile de Bonjou. Bien joué. On trouve Corentin Lavie. Clément Fabre, le buteur donc. Ancien de Tubize. Wellenreuther qui ne prend pas trop de risques vers Hannes Delcroix. Et ça peut repartir côté Anderlechtois avec Kayembe, Léoni. L'ouverture est excellente vers Adrien Trébel qui a énormément d'espace. Adrien Trébel, c'est une offensive intéressante pour les Mauves avec Trébel en direction de Eladj. Le mauvais choix du jeune joueur de 18 ans, Anouar Eladj. Récupération malgré tout pour Anderlechtois, pour les Anderlechtois qui sont, on va pas dire dans un fauteuil dans cette fin de match, mais on sent qu'un but peut arriver à tout moment. Il y a beaucoup plus d'espace qu'en première période, c'est logique. Les Mauves sont physiquement atteints. Mais en tout cas, il y a des boulevards dans cette défense du RWDM et Anderlecht doit en profiter maintenant pour se mettre à l'abri. Même si les joueurs de Laurent Demol sont toujours très très forts en contre-attaque. Et ça peut partir très vite hein, avec Nangis, avec Shelton Guillaume qui vient de monter au jeu, avec Anthony Bova. Il y a de la qualité athlétique. C'est clair. Et ils sont frais en plus. Le corner donc qui
qui va être donné par Yari Verskaren. Il y a du monde dans le rectangle. C'est pas mal essayé en direction de Peter Jerkens, mais c'est contré. Et voilà la reconversion offensive dont je parlais, qui peut se déployer. Mais il y a une faute sur le nouveau venu, Shelton Guillaume, ancien joueur de Verlaine en D2 amateur. Il avait marqué 17 buts en 18 matchs. Et maintenant, il a sa chance à Molenbeek, à lui de la saisir. Il a 22 ans, Shelton Guillaume. Et il a marqué un but dans cette préparation. C'était face à Zulte Waregem. Il a marqué le troisième but des Molenbeekois face à Zulte. Victoire 1-3. Alors qu'il y a encore un changement avec la sortie de Youri Dekievi, l'ancien joueur de Rollers et de l'OHL, qui également fait un bon match. Un joueur également expérimenté qui va faire un bien fou au RWDM en D1B. Il avait déjà fait une très bonne saison la saison dernière. Youri Dekievi qui sort. Et en attendant, il y a un corner intéressant en faveur des Molenbeekois avec Nicolas Romans derrière le ballon, évidemment l'homme des phases arrêtées. Et il est très bien donné une nouvelle fois. On cherchait la tête de Clément Fabre, mais on ne trouve personne. C'est pas terminé. Avec Sven Müller en direction de Bonjou. Elle est bonne, cette balle de Bonjou. Mais Théo Léoni est directement à la réception du ballon. Ah, il fait une bonne montée au jeu, le tout jeune Anderlechtois, Théo Léoni. Il a peut-être marqué des points aux yeux de Franky Verkotteren. Bonjou. Avec Jarno Lieber. Clément Fabre. Et Shelton Guillaume qui perd le ballon. Un peu plus de déchets durant ces quelques minutes. Et on va pouvoir repartir à l'offensive côté Anderlechtois. En intussen, Baptiste, het is een oefenwedstrijd. Heb je zelfs tijd om even te praten met de voorzitter? Ik ben even gaan polsen wie de spelers zijn die niet op het wedstrijdblad staan. Met nummer 6 en nummer 29. Dat is misschien ook voor jou interessant. Baptiste, Adam Ali, nummer 29, is een jeugdproduct. Net als Maxime Wester, met nummer 6. Dus die twee jongens die zijn er ook op gekomen. Er was geen plaats genoeg op het wedstrijdblad. Zo gaat dat natuurlijk, hè, bij die oefenduels. Iedereen krijgt speelgelegenheid. En dan is het aantal vakjes op het wedstrijdblad soms te beperkt. Maar de voorzitter van de RWDM die was zeer behulpzaam. Zo zijn we weer helemaal mee wat betreft het papierwerk. Nog 8 minuten. 2-1 voor Anderlecht. Gerkes en Trebel. Vooral die van Trebel was van fantastische makelij met zijn rechter in de kruising. Zijn mindere voets, maar dat was er niet aan te zien. En RWDM scoorde op een vrije trap van Rommens die door Clément Fabre werd binnengeduwd. Veel wissels intussen, maar toch heb je het gevoel dat we nog wel een doelpuntje zouden kunnen krijgen. Theo Leoni, dat is net niet te belopen voor El Hadj, die op de rechterkant hier was uitgeweken. Vanmiddag dus om 3 uur, dat is over een kleine 3 uur, in het Franse Lille oefenwedstrijd nummer 2 voor de A-kern. Maar deze jongens die willen zich nog bewijzen in wat de laatste oefenwedstrijd is, hè, voor de start van de competitie. Voor hen vanmiddag de allerlaatste voor Anderlecht in en tegen Rijssel dus. En dan is het van moeten vanaf volgende week. Als dat tenminste allemaal zo blijft, zoals voorzien. Dit is die Adam Ali. Die stevig tackled. En Adzic blijft even zitten op de grond. Deze man
leek wel de bal te spelen. Krijgt ook even de handen op elkaar. Een klein applausje van Laurent de Mol voor de inzet. In principe staan er nu wel meer verse krachten op het veld bij RWDM dan bij Anderlecht. Misschien kan de vermoeidheid een rol spelen, maar die indruk heb je niet. Anderlecht lijkt fit. Ook de jongens die al de hele wedstrijd tussen de lijnen staan, zoals in Delcroix, Vranjes, El Hadj, Verscharen, Gerkes, die doen nog allemaal mee. Kayembe ook en Trebel eveneens. Dus Leoni, een van de weinige invallers, samen met Milic. Balbezit voor Paars-Wit. We gaan stilaan richting de laatste 5 minuten. Met Vranjes. Die zoekt een aanspeelpunt en vindt dat bij El Hadj. Balletje tussendoor was de bedoeling. Maar dat is geen probleem voor de doelman. Kijk, ja, het scheelde niet veel. Met één hand blijft hij binnen de 16. Dat is genoeg, hè, Baptiste? Belle intervention de Sven Müller. Il en rigolait avec El Hadj. Ah, il aura fait une bonne impression. Le match n'est pas encore terminé, mais ces 85 premières minutes sont intéressantes pour Sven Müller, donc le gardien en test du côté du RWDM. Il a 24 ans, il est allemand, il est formé à Cologne. Et ça pourrait être un bon concurrent à Anthony Sadin. Le chouchou hein, des supporters molenbeekois, Anthony Sadin, 31 ans. Gardien de Molenbeek depuis plusieurs saisons, ancien unioniste. Wester, le jeune molenbeekois, tout jeune, Maxime Wester, joueur du RWDM, qui a marqué le week-end dernier face à Moucron. Défaite, la seule défaite en préparation du RWDM, 1-2. Mais il a quand même réussi à réduire l'écart. Un but évidemment magnifique pour le tout jeune molenbeekois Maxime Wester. Une des promesses de cette formation. Et donc, il reçoit sa chance une nouvelle fois aujourd'hui. Grâce à cet homme, Laurent de Mol, l'entraîneur donc du RWDM de 48 ans, ancien de Tubize. Il n'a pas réussi hein, à maintenir Tubize en D1 amateur. Et donc il retrouve un job ici. Au RWDM en D1B. Il travaillera avec Frédéric Stillman. Frédéric Stillman, c'est lui qui avait repris l'équipe hein, en janvier après le départ de Frédéric Van der Beest du côté de Malines. Et il est ambitieux, Laurent de Mol, pour cette nouvelle saison de D1B. Alors, va-t-on encore avoir droit à un petit but dans cette partie Verscharen avec Théo Leoni. L'ouverture est bonne vers El Hadj. Pas de solution, il revient derrière Antonio Milic. L'ancien Ostendais, prêté à Rayo Vallecano la saison passée, Antonio Milic. Au ballon. À l'ouverture. Vers Luka Hadžić. Ah, il a de l'espace. Il a le temps d'ajuster Luka Hadžić. Le centre est bon. Mais on va pouvoir se dégager. Côté molenbeekois, pas pour longtemps. Récupération. Nouvelle récupération. Il y en a eu énormément. Hein. De la part de Kayembe. Et la balle est excellente en direction de El Hadj. Mais Bonjou était à la bonne place. L'arrière-gauche. Le Molenbeek qui réclame une faute. Et il va l'obtenir. Naïm Bonjou, 23 ans. Ancien joueur de Dessel. Formé à la Gantoise. Alors que Luka Hadžić a des crampes et c'est Yari Verscharen lui-même qui va aider son coéquipier. Luka Hadžić, 21 ans, prêté à Amen la saison passée. Il a marqué un but. Et aujourd'hui, il a montré de belles choses sur son flanc gauche, à l'instar de Takidine sur le flanc droit. Et en
va pouvoir remettre ce ballon en jeu. 89e minute de jeu. Est-ce que le RWN est-il capable de marquer un but dans cette fin de match et d'égaliser ? Si pas, ça serait la deuxième défaite d'affilée pour les Molenbeekois après celle face à Moucron. Mais malgré tout, Laurent De Mol peut être satisfait de son équipe qui est fit, qui semble de plus en plus fit à l'approche de cette saison de D1B qui commencera le troisième week-end du mois d'août. Slotminuut van deze oefenwedstrijd. Er zal misschien nog wel een beetje tijd bij komen. Afwachten wat de scheidsrechter doet, maar Anderlecht lijkt deze wedstrijd effectief te gaan winnen met 2-1. Leonie naar Verscharen. Ja, die Verscharen wel actief, maar heeft eigenlijk zelf weinig gevaar kunnen creëren. Eén keer proberen schieten van buiten de 16 in de eerste helft nog. Voor de rest was hij vaker doorgeefluik. Maar Anderlecht dus wel goed gereageerd na die gelijkmaker. Meteen weer op voorsprong gekomen. En hier is Trebel nog eens de maker van de openingsgoal. Dat is toch het moment dat we zullen onthouden. Dat doelpunt, deze voorzet. Beetje ver, maar blijft wel binnen bij Leonie. Dan is er twee man voor de goal. Het gaat even achteruit naar Delcroix. Kayembe speelt nu even centraal. Strakke bal tot bij Edo Kayembe, die zijn mannetje goed voorbij gaat. Maxime Wester. En dan nu de opening vindt op de rechterkant. De toegevoegde tijd is ingegaan. El Hadj. Hoe dan ook, RWDM zal tevreden zijn na afloop van deze wedstrijd. Ze hebben hun mannetje kunnen staan. En ze worden dus de derde Brusselse profclub na Anderlecht uiteraard en Union. En dat betekent ook dat er voor het eerst sinds 35 jaar weer een officiële derby met inzet wordt gespeeld tussen RWDM en Union, de zogenaamde Zwanse derby. Daar kijken alle supporters nu al naar uit. El Hadj, en hier is dan misschien ook Verscharen. Gaat hij nog scoren? Nee. De bal is wel nog niet weg. Dat was nog een late mogelijkheid voor Anderlecht. En het is nog niet voorbij. Gerkes, maker van de winning goal, als alles zo blijft. Maar daar is het laatste fluitsignaal. Anderlecht, RWDM eindigt op 2-1. Er waren voor de rust al wat kansen, wat mogelijkheden. De Kivi met een 100% kans. Kayembe voor Anderlecht aan de andere kant. Maar het is pas in de tweede helft dat we de doelpunten effectief te zien hebben gekregen. Met na een uur voetballen de openingsgoal van Trebel. Dan barstte de wedstrijd echt open. Een mogelijkheid ook voor Rommers op vrije trap. En dan Fabre die binnenschoof op een nieuwe spelervatting voor de bezoekers. En dan kort daarna, Baptiste, de 2-1 voor Gerkes. Een logische verdiende zege uiteindelijk wel voor Anderlecht. Maar RWDM ja, heeft wel zijn voet kunnen zetten naast het B-team van Anderlecht. Anderlecht, hein, l'équipe B d'Anderlecht, vous le dites, a fait un bon match aujourd'hui. De belles choses ont été montrées par cette équipe d'Anderlecht qui jouera donc à 15h l'équipe A. Celle-ci à Lille sur le coup de 15h donc. Et vous verrez tout sur notre Facebook Live. En attendant cette victoire, eh bien 1-2, elle fait du bien après le 0-0 du côté de Nantes. 0-0 à Nantes le week-end dernier. Et Anderlecht qui bat donc le RWDM aujourd'hui 1-2. Ils avaient battu l'année passée également le RWDM en match amical. C'était 0-1 avec un but de Peter Gerkens. Peter Gerkens qui a encore marqué aujourd'hui le but de la victoire à la 67e minute. Tout s'est joué en 7 minutes. Hein. 60e, la frappe magnifique de Trebel. 1-0. L'égalisation de Clément Fabre à la 66e. Un but partout. Et donc, une minute plus tard, Peter Gerkens qui permet à Anderlecht de s'imposer une nouvelle fois dans cette préparation. Une préparation idéale pour Anderlecht, qui avait perdu face à Charleroi lors de leur premier match de préparation. Ensuite, c'était deux victoires face à Saint-Tron, deux victoires face à Saint-Étienne. Le 0-0, je vous le disais, face à Nantes. Et aujourd'hui, l'équipe B qui s'impose face à une belle équipe du RWDM. Avant donc le dernier match de préparation du côté du domaine de Luchin à Lille, avant d'entamer les hostilités. Le week-end prochain, nous serons le calendrier normalement demain. Le tout nouveau calendrier, parce que la D1A, évidemment, vous avez sans doute suivi l'affaire, se jouera à 18 clubs.
Ze gaan naar binnen allemaal. Jari Verscharen, Frankie Verkouteren en co. We zagen ook Vincent Kompany wegstappen. Gedecideerd, zoals altijd. Benieuwd wat hij heeft opgestoken van deze wedstrijd. Adrien Trebel, we weten het, op een zijspoor bij Anderlecht. Heeft zich toch getoond met dat fantastische doelpunt. En op die manier hebben deze jongens hun laatste oefenwedstrijd gespeeld. Vanmiddag mogen de leden van de A-kern, want in totaal 30 spelers eigenlijk deel uitmakend van de A-kern. We hebben de ploegfoto gezien deze week. Daar stond veel volk op. Ze zullen niet allemaal blijven, maar ze willen zich wel allemaal tonen. Als het niet aan Anderlecht is, dan aan eventueel geïnteresseerde clubs. Hoe dan ook, Anderlecht lijkt wel klaar voor het nieuwe seizoen. Dat kunnen we zeggen nog voor de wedstrijd tegen Lille wordt gespeeld. Maar vanmiddag is er natuurlijk nog die laatste test. Daar ga ik het bij laten. Vanmiddag zijn we er natuurlijk opnieuw, Baptiste. Un match qui va être intéressant hein, face à Lille aujourd'hui. Lille qui a perdu face au club de Bruges, c'était le week-end dernier, victoire 2-0 des Brugeois. Mais Lille qui avait gagné face à Moucron lors de leur premier match de préparation. Ils ont commencé un peu plus tard leur préparation par rapport aux Anderlechtois. Ce n'est que le troisième match des Lillois. Ils commenceront leur championnat de Ligue 1 le week-end du 22 et 23 août. Donc logiquement, physiquement, Anderlecht devrait, enfin l'équipe A d'Anderlecht devrait être au-dessus des Lillois aujourd'hui. Les Lillois qui ont perdu, hein, Victor Osimhen. Il a été transféré du côté de Naples pour plus de 50 millions d'euros. Avec des bonus, ça pourrait même arriver à 80 millions d'euros. L'ancien joueur de Charleroi, Victor Osimhen, qui donc s'envole vers Naples, qui sera le coéquipier de Dries Mertens. Merci Nicolas pour cette partie, ce premier match de la journée d'Anderlecht. On se retrouve donc pour le Facebook Live à partir de 14h45 pour ce dernier match de préparation des Anderlechtois face à Lille. Donc à tout de suite.